Van harte welkom op deze derde online Heijermanslezing in de studio van het Amsterdam UMC, locatie AMC. En wederom supergoed dat u met zo'n groot aantal hebt ingeschreven. Naast bedrijfsartsen ook vele andere arboprofessionals. Ik blijf ons gelukkig prijzen, wat ik ook de vorige keren gezegd heb, dat bedrijfsartsen al ruim 27 jaar beroepsziekte op de agenda houden door te signaleren, te melden en ook preventieve acties te ontplooien. Veel dank daarvoor, want zonder u is er geen NSVB. En ik wil u graag ook nog even wijzen op de mogelijkheid om als bedrijfsarts deel te nemen aan ons pijlstation intensief melden, waarin wij nog betere cijfers krijgen en u ook extra ondersteuning van ons krijgt. Dus een mooie samenwerking, co-creatie. De wereldwijde COVID-19-pandemie blijft ons in de greep houden. Wederom met aangescherpte maatregelen vanuit de overheid. Echter, het is ook een jaar waarin de oprichting van een nieuw landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten, een hele mond vol, het lek in de volksmond, wordt voorbereid. Het NSVB is betrokken bij dit landelijk expertisecentrum. In het rapport van de commissie Heerts werd geadviseerd om de kennisinfrastructuur op het terrein van stoffengerelateerde beroepsziekten te verbeteren en daarnaast een algemene tegemoetkomingregeling te introduceren voor werkenden en ex-werkenden. Hiervoor is het landelijk expertisecentrum van die stoffen geïnitieerd door NSVB, PMA en IRAS van Universiteit Utrecht en het RIVM en zal al op 1 juli 2022 operationeel moeten zijn. Het LEC, Landelijk Expertisecentrum, beoogt de Nederlandse expertise bij elkaar te brengen, waardoor er meer gedaan kan worden aan de preventie van stoffengerelateerde beroepsziekten. Ook zal dit LEC een belangrijke rol spelen in de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Gezien deze ontwikkelingen is het onderwerp van de huidige 33e Heijermanslezing relevant, namelijk omgaan met nieuwe arbeidsrisico's, een pleidooi voor arbovigilantie. En heel vaak hebben die nieuwe arbeidsrisico's te maken met schadelijke stoffen. De keuze van dit onderwerp is tevens een blijk van waardering naar onze collega Annette Lendering, die dit thema afgelopen 15 jaar verder heeft uitgediept en verdiept. Annette gaat dit jaar, ik zeg het met een lach en een traan met vroeg pensioen, maar ook een lach dat ze zoveel voor ons betekend heeft. En wij danken haar hartelijk voor haar enorme inzet voor het NSVB. Aan haar de eer om als laatste spreker te zijn van vandaag met een blik op de toekomst. Met de commissie Heerts en het nieuwe LEC meer dan actueel. Wat zijn nieuwe arbeidsrisico's? En hoe komen bedrijfsartsen daarmee in contact? Wat kunnen zij ermee? Concrete voorbeelden van de recente nieuwe risico's en de noodzaak van nationale en internationale samenwerking zullen vanmiddag aan de orde komen. Professor Lode Goderes zal de aftrap doen met voorbeelden en aanpak van nieuwe beroepsziekten in de kliniek. Nico Palme van het RIVM zal vertellen wie in Nederland zich bezighouden met nieuwe risico's en hoe deze worden opgespoord en gezondheidsrisico's worden ingeschat. En, niet onbelangrijk, ook onder aandacht worden gebracht voor de preventieve acties. Henri Heuse zal voorbeelden laten zien vanuit de arbeidshygiënische praktijk. Wat kan de arbeidshygiënist bijdragen aan het tijdig opmerken van nieuwe risico's? En hoe kan een brug worden geslagen tussen wetenschap en praktijk? De ene kant heb je de diagnose en aan de andere kant heb je de blootstelling. En arbeidshygiënisten hebben bij uitstek de kennis en expertise om dat goed te kunnen beoordelen. Willem-Pieter Piebinga en Herman Badstra, collega's van ons, ook opvolgers van Annette, zullen casuïstiek presenteren van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen. En zoals gezegd, Annette Lendering zal deze lezing besluiten. Wat praktische opmerkingen. Het is een zeer gevarieerd programma. Veel PowerPoints kan ik u verklappen, veel mooie PowerPoints.
Maar u kunt ook vragen stellen in de Q&A, zodat Gerda de Groene en ik die kunnen doorspelen naar de sprekers. Als uw vragen eventueel niet aan bod zijn geweest, kunt u de vraag altijd na de bijeenkomst in de helpdesk van het NSVB zetten. Dat vind je ook op onze website www.beroepsziekten.nl. Ook voor de accreditatie belangrijk, maar ook natuurlijk voor onszelf, een kort evaluatieformulier met het verzoek om dit in te vullen. En u krijgt dat per chat en waarschijnlijk ook als u staat ook op onze website. Tot zover. Ik wil graag professor Lode Goderes, een goede bekende als medeonderzoeker, belangrijke persoon op het gebied van beroepsziekte, ook voorzitter van het Modernet bijeenkomst, hoogleraar KU Leuven en directeur of CEO zeg je tegenwoordig van IDW. Hartelijk welkom, aan jou het woord. Dank u wel, Henk. Heel fijn om hier te zijn vandaag. Ik vind het bijzonder ook om aanwezig te zijn op het afscheidssymposium van Annette. Annette, die ik heb leren kennen dankzij Modernet, een internationaal netwerk van experten. En mensen die geïnteresseerd zijn vooral in de identificatie van nieuwe werkgerelateerde aandoeningen en ook die trends probeert in kaart te brengen. Dus heel fijn dat ik hier vandaag mag aanwezig zijn en ook jullie mag toespreken. Ik zal samen met jullie eens nadenken van hoe kunnen we nu als bedrijfsarts eigenlijk aan de slag om dan die chemische blootstelling in kaart te brengen en ook de effecten daarvan te goed te evalueren vanuit de kliniek. En dus om dit te doen, ga ik aan de hand van een aantal heel concrete voorbeelden samen met jullie bekijken. Ga ik ook wat poll-vragen stellen om eens te kijken van komen we dan hier tot eenzelfde conclusie, eenzelfde besluit, om dan een aantal take-home messages mee te nemen per blokje. Als u er klaar voor bent, dan ben ik er ook klaar voor. Dus dan gaan we eventjes kijken waar we momenteel staan. Ik heb hier een slide eruit gepikt van op de website van CAS, hè, weet het chemische registratiesysteem, de nummers. En het blijkt eigenlijk toch wel dat er miljoenen stoffen momenteel eigenlijk zo'n CAS-nummer hebben. Dus dat betekent dat we potentieel als individu, als mens, in contact kunnen komen met heel veel verschillende componenten, met de verschillende fysico-chemische karakteristiek. En dat zijn de stoffen die uiteraard ook op het werk terecht kunnen komen. Naar inschatting nu zijn er ongeveer 150.000 stoffen die ook effectief op de markt zijn, waar dat er ook een potentiële beroepsblootstelling aan is. Dus een hele grote groep van stoffen. Binnen Europa proberen we dat eigenlijk wat die stoffen, alvorens dat ze eigenlijk op de werkvloer terechtkomen, proberen we eigenlijk al een soort van eerste screening en risico-inschatting te maken. En dat doen we aan de hand van de REACH-wetgeving, waarbij dat dan producenten van dergelijke stoffen, als ze die willen op de Europese markt brengen, eigenlijk een soort autorisatiedossier, registratiedossier moeten gaan voorbereiden. Nu, een eerste belangrijke boodschap hier is dat het ECHA, het agentschap in Finland, in Helsinki, eigenlijk niet de mogelijkheid heeft om elk dossier te gronde te gaan bekijken. Men gaat eigenlijk een 5% van die dossiers, zelfs minder, eigenlijk in de diepte gaan bekijken. Dus dat betekent al ja, dat niet elk dossier grondig kan bestudeerd worden. En dus ja, dat er daar wel een aantal risico's potentieel aan verbonden kunnen worden. Nu, die 5% wordt eigenlijk bepaald door prioritisering van stoffen. En dat is al een eerste oproep dat ik ga doen richting de toehoorder, richting u, is omdat wij vanuit de arbeidsgeneeskunde uiteraard mensen zien met een bepaalde blootstelling. En dus die signalatie van die eerste kenmerken, die eerste klinische kenmerken, die eerste vermoedelijke klinische afwijking, is bijzonder belangrijk om dan een soort van waarschuwing te kunnen gaan genereren dat dan kan opgepikt worden door wetgevende instanties, om op die manier eigenlijk ook te gaan kijken die stof wat in die prioritaire beoordeling mee te kunnen nemen. Een tweede vaststelling met deze slide is dat je eigenlijk, ja, je ziet het groene, het rode, het gele, oranje, waarbij dat je toch ziet op verschillende zeer belangrijke domeinen die iets zeggen over mogelijke risico's op ontwikkelingsproblemen, reproductie, maar ook op kanker, dat eigenlijk heel veel van die dossiers
eigenlijk toch onvoldoende informatie bevatten en eigenlijk niet compliant zijn. Hè. Meer dan de helft van de dossiers zijn niet volledig. Betekent dat dan ook niet juist is? Nee, hè. Er ontbreekt gewoon informatie. Maar het is uiteraard wel een heel belangrijk onderdeel om dan die stof op een veilige manier te gaan op de markt brengen en ook veilig te gaan hanteren. Dus ga er niet vanuit dat we nu al in staat zijn om te kunnen zeggen van kijk, alle stoffen die nu op de arbeidsmarkt komen, die zijn veilig. Dus er is valt niet te verwachten dat er een gezondheidsrisico's aan zijn. Dus een goede waakzaam oog, een alert oog van een klinicus is bijzonder belangrijk. En ik ga toch eventjes ook jullie meenemen naar het verhaal hier in België. Opnieuw om te illustreren hoe belangrijk het is om eigenlijk als arbeidsarts niet alleen goede klinische evaluaties te maken van individuele patiënten die je ziet, maar eigenlijk ook om een goede bundeling te gaan maken van deze gegevens. Hè. Je kent waarschijnlijk het PFOS-verhaal 3M in Zwijnaarden in België. Hè. Eigenlijk gaat het in C daar over een vervuilingsprobleem, hè. Bodemvervuiling. En die bodemvervuiling veroorzaakt opname van PFOS in de omwonenden, dus de mensen die daar in de directe omgeving wonen, en kunnen dan, PFOS is een hormoonverstorende stof, kunnen op die manier eigenlijk ja, chronische aandoeningen gaan veroorzaken. Zeer moeilijk om dat eigenlijk een goede risicoanalyse te doen. De blootstelling kan in kaart gebracht worden, maar wat het dan betekent op vlak van gezondheidsrisico op individueel niveau, bestaat uiteraard heel veel discussie over. En je ziet hier in dit krantenartikel dat eigenlijk 3M verwezen heeft naar, kijk, wij volgen al jaren onze werknemers op en we zien daar eigenlijk geen gezondheidseffecten op, terwijl als ze ettelijke malen meer zijn blootgesteld aan PFOS in vergelijking met wat we zien in de bevolking. Dus opnieuw, het is een opvallende vaststelling dat 3M dit naar buiten brengt als een soort case, evidentie dat het geen problemen geeft, terwijl dat het eigenlijk, ja, wij vanuit een arbeidsgeneeskundige hoek uiteraard hier op een andere manier naar deze quote zullen kijken. Zeer hoge blootstelling. En twee, de boodschap is en blijft, breng ook op griepsniveau die gezondheidsrisico's goed in kaart. Bijzonder belangrijk, niet alleen voor de werknemers die u opvolgt, maar uiteraard ook voor dan de omwonenden, de brede omgeving. Goed, ik heb al verteld dat ik dat net heb leren kennen via Modernet. En in Modernet hebben we eigenlijk gedacht aan een definitie van wat zijn nu nieuwe werkgerelateerde aandoeningen. En daar zijn we dan eigenlijk uitgekomen op ja, een driehoek van mogelijke nieuwe werkgerelateerde aandoeningen, waarbij dat de ziekte enerzijds nieuw kan zijn. U begrijpt dat dat eerder uitzonderlijk geval is. Hè. De blootstelling. Kan nieuw zijn. Dagelijks komen nieuwe stoffen op de markt. Die nieuwe stoffen kunnen gekende ziektes veroorzaken. En op die manier kunnen we spreken van een nieuwe werkgerelateerde aandoening. En een derde kan het uiteindelijk ook zijn ja, dat we een gekende blootstelling zien in een nieuwe, in een nieuwe werkplaats. Of omgekeerd een gekende werkplaats waar dat dan plots een nieuwe stof erop komt. Dus dat is dan eigenlijk het derde voorbeeld. En dus wij definiëren nieuwe werkgerelateerde aandoeningen op dat vlak. Goed. Ik ga dus aan de hand van vier casussen telkens een aantal aandachtspunten gaan meegeven. En ik ga ook telkens na het voorstellen van de casus ook een vraag naar jullie richten. Dus nu eventjes de aandacht erbij houden als klinicus. De eerste casus gaat over een man. Hij komt op jaarlijks medisch onderzoek, er gebeurt geen RX. En eigenlijk, ja, tijdens het ik denk dat jullie dit de periodieke medische onderzoek noemen, PMO, de conclusie van de arbeidsarts is oké, goed, altijd goed, geen probleem. Nu, die man komt eigenlijk bij ons in de kliniek en klaagt eigenlijk van een aanhoudende drooghoest. Is niet kortademig. De longauscultatie is normaal. En hier ziet u ook de resultaten van de longfunctie, met daarnaast ook percentage. Dus ziet de TFNO-index ligt op 76%.
Er worden ook beeldjes gemaakt van de longen via de CT. Hier ziet u het beeld waarbij dat u micronoduli kan gaan vaststellen in de bovenste longkwappen. En ook eigenlijk opgezette hilaire en mediastinale lymfeklieren. Er is ook een biopt genomen van een lymfeklier. En de pijltjes hier aan de, voor u de linkerkant tonen eigenlijk een knoop, een fibrotische knoop, die ook heel veel, die ook fibroblasten bevat. Die kan wijzen, die kan lijken op een silicotische nodulus. En aan de rechterkant ziet u misschien kleine lichtjes op blinken op het scherm. En dat zijn dan zogenaamde birefringent particles, dat eigenlijk via een reflectietechniek kunnen in beeld gebracht worden. Mijn eerste vraag naar u is, oké, u bent bedrijfsarts, u ziet dit beeld, deze klachten, deze resultaten van de CT-scan en ook het biopt. Wat denk je dat het beroep is van deze werknemer? Is dat een mijnwerker? Is dat een zandstraler? Is dat iemand die betrokken is in de productie van jeansbroeken? Ook daar wordt er gezandstraald om onze jeansbroek wat ja, versleten te laten lijken. Dat vinden mensen leuk. En ook de laatste is dan keukeninstallateur. Ik kijk even mee naar jullie stemmen. Ik zie dat momenteel ja, het zandstralen daar bovenaan staat. Niet onlogisch, hè. Het beeld lijkt inderdaad en is ook een silicose. Ik denk de huidige, ja, de huidige patiëntenpopulatie, werknemerspopulatie, ik heb het ook benadrukt dat het nog een actieve werknemer is, dus is de kans inderdaad groot dat het een zandstraler is. Hè? Bij een mijnwerker zou het waarschijnlijk iemand zijn die al op pensioen is, plus de, mijnen, de meeste mijnen zijn niet meer actief, dus dat kunnen we al afsluiten. En dan zien we voor de rest ook ja, die jeansbroeken, uiteraard zandstralen, en ook de keukeninstallateur. Maar het is deze laatste dat eigenlijk juist is. En ik zal op de volgende slide tonen wat er eigenlijk aan de hand is. Volgende slide ziet u eigenlijk wat er gebeurt. Eigenlijk willen we heel moderne keukens die eigenlijk ja, een soort van natuursteen eruit zien, gemaakt uit natuursteen. Nu, hoe maakt men dat? Men gebruikt eigenlijk, maakt eigenlijk gebruik van wat dan in het Engels artificial stone. Hè. Men gaat eigenlijk die steenfractie met elkaar gaan mengen. En dat heeft eigenlijk een zeer hoge concentratie aan silica. Je ziet het hier tot 90%. En dus dat betekent dat tijdens die installatie van die keuken ja, moet er eigenlijk heel veel geschuurd en geschaafd worden en gezaagd worden, waardoor dat, dat stof eigenlijk toch heel sterk gaat ja, gaat naar boven komen. Twee, wat we eigenlijk ook zien, is dat ja, dat wordt geïnstalleerd in de keuken, in de huizen van de mensen. En de, ja, wij hebben als klant niet graag stof in onze woning. Dus dat betekent eigenlijk ja, dat de werknemer, de installateur, er eigenlijk alles gaat doen om dat stofontwikkeling te gaan beperken en gaat dus vaak werken onder een soort van plastic. Uiteraard wat dan nog meer blootstelling veroorzaakt. Daar zie je dat heel jonge mensen op beroepsactieve leeftijd, 41, 50 jaar, keukeninstallateurs zich momenteel presenteren met deze problematiek. Een duidelijk voorbeeld van een nieuwe werkgerelateerde aandoening. Silicose kennen we, op zich is de aandoening niet nieuw. Ook het oorzakelijk agent silica ook niet nieuw. Maar plots zien we het eigenlijk in een nieuwe werkomgeving waar we het vroeger eigenlijk niet zagen. Dus de eerste take-home message hier is, kijk, als arbeidsarts denk ik dat het heel belangrijk is om echt goed door te vragen, ook tijdens uw PMO, ook te gaan kijken wat er gebeurt op de werkvloer en dit goed in kaart te brengen. Twee, dit is een voorbeeld van wat wij dan genoemd hebben binnen Modernet als een old friends in new places. En een derde, you never walk alone.
Ja, eigenlijk als je dan gaat doorvragen en hij zegt van ja, heb je ook nog andere collega's die hetzelfde werk gaan doen? Ja, en hebben die collega's ook wel eens last van de longen? Dan bleek inderdaad hier ook dat in hetzelfde bedrijf er ook nog een oudere collega was met dezelfde klachten. Dus dat betekent hier opnieuw een oproep om, ja, als je één casus vindt, daar niet bij te stoppen, gaan kijken ook naar andere werknemers die hetzelfde job doen. Oké. Casus 2. 47 jaar, nooit gerookt, heeft gedurende een zestal maanden wat klachten die wijzen op rhinitis, kortademig en ook wheezing. En krijgt vooral die klachten eigenlijk op het werk. Nu, de klachten worden beter tijdens het weekend en het verlof. Dat is een vrij typisch patroon. Is een paar weken begonnen na een installatie van een nieuwe drukpers. Op consultatie heeft hij een normale longfunctie en een mild positieve histamine-provocatieproef. Als we eigenlijk gaan kijken naar de drukpers zelf, en het zijn hier twee plaatjes, zie je dat er eigenlijk gebruik wordt, gemaakt wordt van een soort van antismetpoeder om eigenlijk ja, tussen de verschillende bladen, om dat daartussen te brengen, zodat die bladen eigenlijk niet aan elkaar gaan kleven. En dus ja, die nieuwe installatie, hè, daarvoor wordt dan ook dat poeder gebruikt. Nu, hoe pak je dat dan aan? Hè? We zijn eigenlijk eens gaan kijken naar, oké, dergelijke klachten en astma binnen een drukkerij, een drukpers. Ja, wat kunnen we daar eigenlijk verwachten? Hè? Je ziet hier eigenlijk al toch wel een vrij oud artikel van de jaren 50, dat eigenlijk verwijst naar een bepaald harspoeder dat eigenlijk gebruikt wordt om net die functie eigenlijk te gaan uitvoeren. En dus, ja, de vraag stelt zich, ja, iets van in de jaren 50, wordt dat eigenlijk nu nog altijd gebruikt? Hè? En wat is dan eigenlijk daar de relevantie ervan, om dat nu in dag van vandaag? En eigenlijk zou je dit met je kunnen gaan voorstellen, van, ja, eigenlijk is dat al een gekend risico, die we eigenlijk dan terug zien verschijnen, ook wel in een gekende omgeving. Nu, dit vanuit een universitair centrum bekeken, is de vraag van, ja, oké, is dat nu zo? En hoe kunnen we nu informatie te pakken te krijgen. Nu hier in België, en ik weet niet hoe het zit bij jullie in Nederland, hebben eigenlijk een soort van contactbaken, een soort van database ter beschikking gesteld voor clinici om eigenlijk de arbeidsarts van een patiënt, van een werknemer te gaan opzoeken. Dit gebeurt via seedconnect.be en met het Rijksregisternummer kan eigenlijk een arts gaan opzoeken, de contactgegevens gaan opzoeken van de arbeidsarts, de bedrijfsarts, in dit geval Hilde van Akker. Dus op die manier kan eigenlijk een specialist, een clinicus, contact gaan nemen met de arbeidsarts om eigenlijk die vraag te gaan stellen met welke producten wordt daar gebruikt. Nu, zoals u denk ik ook vermoed, hè, gaan we als arbeidsarts, als bedrijfsarts, eigenlijk vooral in eerste instantie gaan kijken naar de safety datasheet, de veiligheidsinstructiekaart, die ja, zoals gewoonlijk een aantal informatie bevat, maar ook niet alle informatie bevat. Hè. Want als je eigenlijk gaat kijken naar de samenstelling, vond je eigenlijk weinig informatie over de ingrediënten. Stond in, ja, oké, het zijn ingrediënten hè, die niet moeten gemeld worden. Nu, dus wat hebben we daar moeten gaan doen? Bijkomende informatie gaan vragen aan de producent over de samenstelling. En dan zie je hier ja, elke de samenstelling die belangrijk is dan om te gaan uittesten bij de patiënt. Dus dat zijn de stoffen. En dat zijn dan ook de stoffen die we dan getest hebben tijdens bij het meten van IgE's in het bloed, zowel totaal IgE als specifiek IgE. En dan zie je dat bij deze patiënt dat hij positief was op ert en op aardappel, dus ook twee stoffen die aanwezig waren in deze samenstelling. Nu, wat we ook doen, is ook een peak expiratory flow, dus PEF-metingen. Dat is eigenlijk een zeer goede manier om eigenlijk te gaan kijken om die blootstelling en die klachten, goed, eigenlijk die klachten vooral te gaan
in kaart brengen, ook op het werk en de relatie met het werk. En hier zie je die grijze balkjes verwijzen dan naar die periodes waarop dat patiënt gewerkt heeft, waarbij dat je dus een daling ziet van die peak expiratory flow. Dus wat dan wijst dan op astma. Opnieuw, eventjes terug naar jullie nu. Mijn vraag is, met deze gegevens, duidelijk denk ik dat het een beroepsgerelateerde astma is, is mijn vraag van, wat kiest u? Is het een sensitizer-induced occupational astma, hoog moleculair gewicht of laag moleculair gewicht? Wat denkt u van of dat een acuut onset irritant induced astma zou kunnen zijn, RATS ook? Of een chronic irritant induced occupational astma. Wil jullie stemmen, zal ik even drinken. Het is een nek-aan-nek race, zie ik hier in de poll. Oké, prima. Goed, het beeld is eigenlijk... Ja, vrij stabiel, blijft ook stabiel. Je ziet dat eigenlijk toch wel wat heel wat collega's toch wel verschillende opties gaan overwegen. En is misschien toch wel eens goed om te kijken wat het kan zijn. Het juiste antwoord hier is 1. Het is sensitized induced occupational asthma door een stof met een hoog moleculair gewicht. We hebben gekeken, ERT en... Een aardappel, dat zijn twee plantaardige stoffen, dus die komen uit planten en zijn dus hoog moleculair gewichtstof. Eigenlijk als je gaat kijken naar de klachten, ja, dan zag je dat dat eigenlijk een patroon was dat zich eigenlijk voordeed tijdens, op het moment van een wissel van een nieuw procedé, maar waarbij dat er dan een nieuwe stof geïntroduceerd werd en dan eigenlijk telkens klachten gaf van zodra de patiënt eigenlijk ermee in contact kwam. Dus wijst eigenlijk eerder op dat sensitizer-induced occupational astma. Niet op een irritatie. Hier zie je nog eens voor jullie een schema van het onderscheid en ook naar de verantwoordelijke producten. En ik denk dat dat, als het kijkt puur en alleen klinisch, is duidelijk dat het een beroepsastma is. Maar in de indeling begrijp je ook, denk ik, met dit voorbeeld, dat het ook belangrijk is om mee en rekening te houden aan welke stof de persoon is blootgesteld. Want dat helpt u eigenlijk in het stellen van de juiste diagnose. Hier het feit dat het gaat over stof van plantaardige origine, hoog moleculair gewicht, ja, helpt u ook mee om de juiste diagnose te stellen. Ik heb ook telkens de referentie toegevoegd. Dit is een voorbeeld van, denk ik, een goed overzichtartikel dat recente informatie bevat. Oké. Even de volgende slide, alsjeblieft. Dus de tweede take-home message is eigenlijk de evaluatie van de blootstelling en de werkplaats is eigenlijk een belangrijk onderdeel van de diagnose, maar ook van de therapie. Dit is een voorbeeld van old friends in known places. En ook hier, you never walk alone. Want hier gaat het ook over, ja, als arbeidsarts, als klinicus sta je er niet alleen voor, want je hebt eigenlijk ook de arbeidsarts die aanwezig is op de werkplek en u kan helpen dus bij het aanleveren van de juiste informatie. We gaan naar casus 3. Hier gaan we eventjes de long verlaten en gaan nu twee voorbeelden van huidgerelateerde aandoening bekijken. Het eerste gaat over een vrouw die eigenlijk klachten heeft ter hoogte van de handen, jeuk, zelfverskloven, vooral ter hoogte van de handpalmen en vingers, erythrosquameuze letsels en ook fissuren. En ook opnieuw een beetje dat typisch beeld van beterschap tijdens de vakantie. Een beeldje ziet u staan. Wat standaard test is om eigenlijk beroepsgerelateerde huidproblemen te identificeren in de kliniek, is uiteraard de patch-test.
in dit geval, en opnieuw, je merkt, ik heb nog het beroep niet verklapt, dus ik ga jullie vragen van, ja, wat denk je wat het beroep is? Maar dat is hier al het resultaat van de patchtest. Hè. Wat is eigenlijk hier getest geweest? Hè? Er is een parfumreeks en een geurreeks getest. Dus dat kan u misschien al wat richting geven over het vermoedelijke beroep. En u ziet daar, en ik moet zelf eens piepen van hier, de Alströmeria komt daar als positief uit. En ook ja, eucalyptus met wat twijfel. Oké, dat is echt voor de specialisten, maar ik denk dat we in een academische setting soms dus een uitdaging mogen aangaan. Dus ik wil jullie uitnodigen om eens na te denken van wat denk jij dat het de werknemer als beroep uitvoert. Is dat iemand die werkt in een schoonheidssalon, een apotheker, een parfumverkoopster of een bloemiste? Kijk even mee hoe het loopt. Heel fijn om op deze manier dan toch met jullie in verbinding te zijn. We zien dat ja, de twee hoofdberoepen die er wat uitkomen zijn die schoonheidswerker. Ja. Ik heb het ook al een beetje verklapt. Hè. We hebben de geur en de parfumreeks getest. En een tweede, ook wat het meeste, de hoogste score kent, is de bloemiste. En effectief, het is de bloemiste. Uiteraard, ik bevind mij in Nederland. Jullie kennen zeer goed tulpenallergie en ook allergie aan bloemen. Dus jullie hebben mij niet teleurgesteld en inderdaad gekozen voor het juiste beroep. Nu, ik wou jullie toch nog eventjes meenemen. Deze plant wordt eigenlijk ook de Peruviaanse lily genoemd. Het is eigenlijk een heel mooi bloempje. Het kent eigenlijk drie blaadjes. En het is ook eigenlijk een bloempje dat eigenlijk verwijst naar de vriendschap. En dus ik wil dat bloempje ook wel opdragen aan jou, Annette, omwille van onze heel fijne vriendschap. U wacht u nog een mooi bloempje. Maar uiteraard, ik ben hier niet om met bloempjes te gooien momenteel, maar wel om een uiteenzetting te geven. En dit is denk ik een interessant plaatje, want de vraag is natuurlijk van, ja, wat kan je nu gaan aanbieden aan die bloemisten om zich te beschermen? Ik denk misschien, ja, handschoenen zijn aangewezen, maar we zien eigenlijk in deze test die is uitgevoerd, hè, opnieuw zie je zo een huidtest, waarbij dat men eigenlijk bij patiënten die allergisch waren aan een component van de bloem, heeft men eigenlijk het test, maar ook het test met eigenlijk een onderdeeltje van een handschoen. En heeft men gekeken, is dat nu een nitril, vinyl, handschoen, of, beschermt dat hier nu ja of nee? En eigenlijk wat we zien in dit onderzoek, is dat dat eigenlijk voor tulpen, en dus die Peruviaanse lilie, er eigenlijk geen beschermde handschoenen zijn. Dus in die zin is dat toch wel een heel belangrijke uitdaging. Goed, dus de take-home message 3 is, oké, zelfs natuurlijke producten zoals planten bevatten ook chemische stoffen. Hier zien we in de kliniek dat eigenlijk het privéleven en het professioneel leven eigenlijk wat samenkomt. Hè. Het is wat moeilijker om dat onderscheid te gaan maken. We hebben wel die bloemisten, maar uiteraard zijn die componenten ook aanwezig in parfums en geurstoffen. En dus in die zin is het daar wat uitdagender om te gaan kijken wat het oorzakelijk aangaan is. Handschoenen kunnen beschermen, maar uiteraard hangen af van het agens. En ook hier zie je, you never walk alone, want het privé en het professioneel leven komt ook wel samen. Brengt me tot mijn vierde en ook mijn laatste casus. 25-jarige dame, rode, jeukende, papuleuze uitslag, droogte van de handruggen, vingerruggen en ook polsen. Het is een man trouwens. Het werkt als wetenschapper verantwoordelijk in de productie van DNA. En draagt eigenlijk Kimtech nitril purple handschoenen en daaronder katoen handschoenen.
Hier opnieuw de patchtest, waarbij dat er eigenlijk een Tioram-mix wordt gebruikt. Vooral, dat is dan de rubberreeks, omwille van het feit dat hij eigenlijk een trilhandschoen gaat gebruiken. En dus die afkorting die je daar ziet, zijn dan Tioram-derivaten. Wat je ook nog ziet, en dat is, je kon eigenlijk wel verwachten met die handschoenen dat hij positief zou scoren op die Tioram-reeks en dus eigenlijk terpenen. Wat misschien verrassender is, dat hij ook positief scoorde op ZDC, wat dan staat voor zink-dithiocarbamaat. Dus ook de zinkcarbamaat scoorde positief. Mijn vraag naar u is, met dergelijke klachten, wat is jouw advies? Stoppen met deze job, stoppen met het dragen van handschoenen, andere handschoenen dragen of crèmes gaan toepassen of onzichtbare handschoenen gaan gebruiken. Ik zie een heel duidelijke voorkeur ook gaan verschijnen. En uiteraard klopt het. Hè. Je gaat eigenlijk gaan zoeken naar andere handschoenen. Nu, ik weet niet welke tools of welke websites u daarvoor gebruikt, maar wij maken daar gebruik. Als ik even de volgende slide dan kan krijgen. Ja, kan je eigenlijk gaan kijken naar verschillende websites waarbij dat je dan eigenlijk kan gaan opzoeken per type handschoenen welke soorten stoffen erin zitten. En dat kan u dan ook helpen bij het kiezen van de juiste handschoen. Er staan ook andere websites die dan eigenlijk ook de componenten weergeven. Nu, mijn boodschap hier is dat bijvoorbeeld het zink, de zinkcarbamaten eigenlijk niet gemeld stonden als in de informatie die ter beschikking was over de handschoen. Dus in die zin ja, zie je opnieuw wel het belang van zeer goed door te vragen. Dus als we dan naar de leverancier contact namen en doorgingen gaan vragen van zit dat daar echt niet in, ja, dan bevestigde men dan toch dat dat aanwezig was. Dus opnieuw altijd echt gegaan tot aan het gaatje zoeken totdat je toch de puzzel volledig kan leggen. Mijn take-home message 4 is dan, oké, zelfs ook beschermingsmiddelen kunnen allergenen bevatten. Sommige stoffen worden niet vermeld. Pas ook op met hypoallergie of die term, want hypoallergie is eigenlijk geen officiële term. Dus moeten we daar toch wel wat voorzichtig zijn. En ook hier, you never walk alone, want je hebt altijd heel wat hulpmiddelen om te bekijken. Een laatste uitsmijter, en dat is om de link te gaan maken met COVID-19. Wat we eigenlijk ook wel wat meer zien in de kliniek, zijn eigenlijk huidproblemen, meer irritatieve huidproblemen, die veroorzaakt worden door het feit dat mensen eigenlijk vochtige doekjes die gebruikt worden om hier bijvoorbeeld een oppervlakte te gaan desinfecteren, ook gaan gebruiken om hun handen te desinfecteren. En dat veroorzaakt irritatie. Dus een heel belangrijke tip, ook voor uw werknemers, zeker ook in de zorg, maak geen gebruik van die handdoekjes die bedoeld zijn om oppervlaktes te desinfecteren, om ook uw handen te ontsmetten. Met deze uitsmijter kom ik naar mijn conclusie en ga ik toch even een klein brugje maken naar... Ja, we hebben nu heel sterk aan de hand van die 4 cases toch... denk ik, appelleert of heb ik proberen een oproep te doen naar wees klinisch zeer alert. Je hebt echt wel ook die informatie uit het werk en de blootstelling nodig. En je blijft zoeken tot je die volledige puzzel gelegd hebt. Dus dat klinisch oog van een detectieve arts blijft eigenlijk heel belangrijk. Nu, de uitdaging is dat we eigenlijk nog altijd kijken naar 1 blootstelling, 1 aandoening. En dat is hetgene wat we willen aanpakken binnen het Exposome-project EFOR. Want daar willen we eigenlijk de verschillende blootstellingen die we eigenlijk oplopen tijdens de ganse beroepscarrière eigenlijk in kaart gaan brengen om op die manier een relatie te kunnen gaan leggen met gezondheid en ziekte. En dat is de uitdaging waar dat we denk ik momenteel voor staan. Ik denk dat u hierover me binnen 3-4 jaar opnieuw mag uitnodigen om daar dan even de stand van zaken te zeggen. Maar de bedoeling is, en dat is
het brugje dat ik toch wil maken, dat wij toch van plan zijn om een toolbox te creëren en ook te publiceren samen met bedrijfsartsen. Om u te helpen bij die klinische diagnostiek en bij die evaluatie van die totale blootstelling. Dus ga gerust een bezoekje brengen aan de F4-website en op die manier blijft u ook op de hoogte van wat we doen. Rest me nog jullie te bedanken voor uw aandacht met een aantal ook take-home messages. Dus als je niet weet, if you do not know, weet, you never walk alone. En dat is ook hetgene wat ik eigenlijk altijd heb mogen ervaren in de voorbije jaren, samen met Annette en de collega's hier ook op het AMC en Modernet. En dus een andere belangrijke boodschap is, kies je juiste vrienden, niet alleen op de werkplaats, maar uiteraard met wie je samenwerkt ook. En bij deze geef ik graag het woord aan Henk, ook een zeer goede vriend trouwens. Hartelijk dank. Deze mooie presentatie en ook de uitdaging voor bedrijfsartsen om te signaleren, op zoek te gaan. Mm-hmm. Mijn oud-collega Jan Bakker zei altijd, ik moet detective zijn, hè? Je moet op werkplekken gaan zoeken. Mm-hmm. Maar ik heb zelf een eigen vraag, mijn eerste vragen die gekomen zijn. Eén vraag kwam die latentietijd van die casus 1. Volgens mij was het de silicose bij die keukeninstalleur. Mm-hmm. Kan je daar iets over zeggen? Is het dezelfde latentietijd als... Nee, het is korter. Want ik heb benadrukt dat die blootstelling aan silica en die artificial stone is tussen 70-90%. Dus bevat veel meer silica dan wat je eigenlijk, als men in de mijn gaat werken, eigenlijk in stof kan vinden. Dus dat betekent dat die latentietijd veel korter is. En dus die patiënt werkte 10 jaar als keukenbouwer. Dus, en dat is de reden waarom dat we het denk ik ook nu zo snel kunnen zien bij deze jonge mensen. Ja. Zie je het ook in België al? Het is vanuit onderzoek uit Australië. Vanuit Australië is het inderdaad gemeld geweest. En Steven Ronsmans, die me trouwens ook deze casus heeft aangereikt, doet hier ook onderzoek op. En we hebben al verschillende casussen kunnen vinden. Maar ook door te vragen en via de patiënt die we zagen in het ziekenhuis, om ook de link te gaan leggen naar andere werknemers. Dus echt een voorbeeld van sentinel aval alert eigenlijk. Ja. Ja, het is een wrang voorbeeld, maar dat je niet zo lang met asbest wacht, dat je op tijd signaleert en een soort voorzorgsprincipe hanteert al, maar het is ook nog, de associatie is ook nog aangetoond tussen silicose. Ja, ik denk dat we hier natuurlijk belang is dat wij het weten, maar ook dat bouwers het weten. Hè? Ja. Ik denk dat de presentaties zullen zijn die komen, dus ik ga het gras niet wegmaaien. Nee, snap ik. Ik had ook nog een vraag bij de inschrijving voor de Heijermanslezing. Ik denk, ik stel hem aan jou. En er werd gezegd van, als je nou een beroep ziet, het is heel actueel in Nederland met het nieuwe landelijk expertisecentrum. Je hebt op populatieniveau, kan je een associatie hebben. Maar hoe doe je het op individueel niveau? Dit is een vraag die daar een beetje over gaat. Hoe kan je nou zowel privé als werkgerelateerde factoren vaststellen of het een beroepsaandoening is? Bijvoorbeeld een jonge man met een astmatisch beeld, die rookt. En een aantal jaren als lasser mogelijk onbeschermd gewerkt heeft. Ja. Hoe ga je daarmee in België om? Of wat is jouw visie erop? Ja, ik denk, je kan daar op twee manieren naar kijken. Vanuit een verzekeringsinstituut gaat men zeggen, het moet bewezen worden, want dan pas kunnen we uitkeren. Dat is ook een beetje hoe dat het in België loopt. FEDRIS, het Fonds der Beroepsziekte, bekijkt eigenlijk van, kunnen we hier bewijzen, veel weer voldoende bewijs? En dus ga je een aantal zaken uitsluiten en een aantal zaken bevestigen. Dus zijn eigenlijk twee tracks. Nu, wat wij bijvoorbeeld, wat niet in rekening wordt genomen, is of dat iemand al dan niet persoonlijke beschermingsmiddelen heeft gedragen. Dus eigenlijk het feit dat je werkt in een bepaald beroep, in dit geval die lasser, ook al heb je gerookt, dan is de kans zeer groot dat die astma dan toch zal erkend worden op voorwaarde dat je bijvoorbeeld kan beschikken over zo'n peak expiratory flow meeting, die heel duidelijk de ernst van de klacht of verergering van klacht kan aantonen op het moment van werken. En dat is, dat is wat bijdraagt aan de evidentie. Bij huidproblemen heb je natuurlijk die patchtesten. Wat ik hier niet heb besproken, is dat je ook provocatietesten kan doen, maar eigenlijk doe je dat liever niet, is dat eerder in derde instantie, dat je dat gaat toepassen. Maar dat onderscheid is moeilijk en geeft enorm veel discussie, ook bijvoorbeeld nu voor de erkenning van
COVID-19 als beroepsziekte en ook long-COVID, ja, hebben wij gewoon de afspraak gemaakt van kijk, voor deze beroepsgroep gaan we ervan uit, gaan we niet in vraag stellen waar dat die infecties oplopen. Het feit dat je werkt in de zorg, die infectie hebt en dat bewezen is met een PCR-test, ja, is voldoende voor uitkering. Dat is dan de bluts met de beugel. Dat nieuwe centrum is wel aardig, die zo'n verkenner geweest, een oud-minister, Bruins, en die zegt het moet voorhands aannemelijk zijn. Dat duidt een beetje op wat jij zegt. Ik denk dat wel. En misschien een heel andere vraag die ik had. Jij zegt van ja, je kan eigenlijk best wel opsporen, kijken op de werkplekken bij een PMO of PAGO. In Nederland is een onderzoekster bij ons, Felicia Los, die heeft onderzoek gedaan naar hoe vaak nou een PMO wordt uitgevoerd door bedrijfsartsen. Nou, het glas kan half vol of half leeg zijn, maar het wordt eigenlijk heel weinig uitgevoerd door allerlei redenen. Er is geen contract. Hoe kijk je daar tegenaan? En hoe reflecteer je erop in de situatie in België? Ja. Ook in België staat dat periodiek onderzoek heel sterk onder druk. En heeft gewoon te maken met het tekort aan bedrijfsartsen momenteel. Dus we zitten echt met een capaciteitsprobleem. Nu, ik geloof heel sterk dat met de digitale mogelijkheden dat we wellicht kunnen werken aan een verbeterde opvolging en preventie. En dat is eigenlijk hetgene wat wij nu binnen IDW ook aan het doen zijn. Ik denk dat we eigenlijk meer kunnen een continue opvolging gaan garanderen, waardoor dat we eigenlijk snellere afwijkingen in bepaalde gezondheidsuitkomsten kunnen identificeren. En daar heb je technieken zoals artificiële intelligentie, wearables, apps. Staat het allemaal op punt om dat nu zomaar in te zetten? Ik denk het niet. Maar ik denk dat we ons wel moeten gaan oriënteren op die manier en dan mensen te gaan inzetten waar dat ook de mens echt het verschil kan gaan maken. En dat is denk ik de grote uitdaging waar dat we als sector, als beroepsgroep voor staan. Maar dat zie je ook in andere zorgberoepen, in andere medische specialisaties, waarbij dat men eigenlijk die digitale vormen van diagnostiek echt aan het invoeren is. Ja. Ik zie geen vragen in de Q&A. Nou, 3 minuten laat ik me niet ontgaan om nog een vraag te stellen. Ik vond het interessant dat je zei dat in België ook, als ik het goed had, een database van stoffen is. Kan je daar iets meer over vertellen? Want wij zijn in Nederland aan het nadenken van ja, als iemand zich bij zo'n LEC gaat melden, we hebben een lijst van ziekten, maar onder die ziekte hangen, nou jij zei miljoenen stoffen. Ja. Wel, eigenlijk in België heb je een lijstsysteem en een open systeem. En dus afhankelijk, soms staat de aandoening op de lijst, maar is dan gekoppeld met een aantal blootstellingen. Waar dat ik heel fel op mijn honger blijf zitten, is op het vlak van als een aandoening gemeld wordt en zit niet op de lijst, dan wordt het eigenlijk bijna niet erkend. En ik denk dat dat echt iets is wat dat jullie hier in Nederland bij het opzetten van dergelijk systeem goed moet bewust van zijn. Want de vraag is, waar ga je nu level of evidence leggen? En ik voel me vooral preventiearts. Ik ben geen verzekeringsarts. Dus eigenlijk die uitkering voor mij is dan al te laat. Maar ik vind dat we moeten die vroegtijdige meldingen absoluut kunnen capteren. En wat dat we eigenlijk zien binnen het Fonds voor Beroepsziekte, dat arbeidsartsen eigenlijk bepaalde cases niet gaan melden of niet meer melden, omwille van het feit dat men eigenlijk denkt van ja, het zal toch niet aanleiding geven tot een compensatie, tot een erkenning. Dus ik meld het niet. Maar daardoor missen we natuurlijk heel veel opportuniteit door aan preventie te doen. Ja. En dat is ook soms een beetje mijn kritiek naar Federis toe. Ik probeer dat aan te pakken, maar het is niet evident om te zeggen ja, maar jullie hebben wel die opdracht om die cases op te pikken. Laat ons daar aan werken. Maar dan zie je dat soms een beetje in contrast staat met die verzekeringsgeneeskundige benadering en redenering. En dat is denk ik toch wel een aandachtspunt voor de oefening dat jullie nu momenteel aan het doen zijn. Goed op elkaar ingespeeld, het is bijna 2 uur. Maar ik vond een mooie uitdrukking, vlak voor de honger. Of hoe maakt hij dat? Dat is een Belgische uitdrukking. Vlak voor de? Voor de honger of zo. Je maakte net een toespelling voordat je aandacht voor het had. Ik verstond het. Oké. Mooie, soms mooie Belgische uitdrukkingen tussendoor. Hey, hartelijk bedankt. Wij hebben, als het goed is, 10 minuten pauze nu voor de volgende spreker. Er is
En nogmaals, mochten jullie vragen hebben naar aanleiding hiervan, zet hem ook in de helpdesk. En mocht het een terrein zijn wat meer op het terrein van Loden ligt, speel hem natuurlijk door. Nogmaals, super. Hartelijk bedankt. Met heel veel plezier. Ja. Tot zo. Tot zo. Welkom terug. Twee lezingen achter elkaar van Nicole Palme en Henri Heusen. Beide beginnen met opsporing verzocht. Eerste spreker, heel blij dat ze er is, dokter Nicole Palme, arbeidshygiënist en toxicoloog, een beetje van de belastingskant, vanuit het RIVM. En opsporing verzocht en haar subtitel Nieuwe chemische risico's in Nederland. Graag aan jou het woord. Dankjewel Henk. Ik wil beginnen met een dank uit te spreken naar Gerda, naar Henk en naar Annette, dat ik deze gelegenheid krijg om hier deze presentatie te mogen geven. Ik vind het een hele eer om tijdens deze Heijermanslezing over dit onderwerp te mogen praten. Zoals gezegd, we gaan het hebben over nieuwe chemische risico's en met name de opsporing en de aanpak daarvan. Nou, ik denk dat we het beste even kunnen hebben van wat is nou eigenlijk een nieuw en emerging, opkomend risico van chemicaliën. En op het RIVM noemen we dat NERCS, New and Emerging Risk of Chemicals. Dat kan zijn dat een stof bijvoorbeeld een onbekende gevaarseigenschap heeft. Maar het kan ook zijn dat als gevolg van een andere blootstelling, dat opeens een gevaar naar boven komt wat je niet kent. Dus bijvoorbeeld vaak weten we dat als je een stof inslikt, daar weten we dan de gevaarseigenschappen van. Maar als je die stof inademt, dan kan die stof gewoon opeens gevaarseigenschappen hebben die je niet kent. En ook een ander gebruik, wat Loden net ook al aangaf, toen bij die jeans blasting. Op een gegeven moment werden dus in Turkije werden jeansbroeken gezandstraald. Nou, in die sector wist men niet dat inderdaad blootstelling aan kwarts, aan zand, kon leiden tot silicose. En tot slot, het derde, een verhoogd risico. Als meer mensen worden blootgesteld, dan kan het ook betekenen dat er meer mensen ziek worden. We doen dat volgens de zogenaamde disease first methode, is ook al door Loden uitgelegd. Je gaat uit van een eerste gezondheidseffect en probeert vervolgens te kijken welk type werk dat die persoon heeft gedaan. En vervolgens ook naar de stoffen waar die persoon aan is blootgesteld en probeert zo die puzzel te ontrafelen. Vandaar de titel opsporing verzocht. De uitdagingen voor de toekomst zijn om gangbare chemicaliën, om daar gewoon toch kritisch op te blijven. Want we kennen bepaalde effecten van stoffen bijvoorbeeld niet. Dat geldt zowel voor hoogvolume stoffen zoals bijvoorbeeld styreen, daar kom ik straks op terug, maar ook voor laagvolume stoffen waar we vaak erg weinig toxicologische informatie over hebben. Ook net al aangestipt door Loden, dat in het kader van REACH toch nog veel dossiers niet volledig zijn. En natuurlijk heb je natuurlijk ook de innovatieve chemicaliën, de nano's, waar we toch nog vaak onvoldoende informatie over hebben. En de zogenaamde advanced materials. En dat zijn materialen die eigenlijk geen nano zijn, geen chemicalie zijn, geen biologisch agens zijn, eigenlijk op het grensvlak daarvan zitten. Vandaar advanced materials. En natuurlijk wil je die new and emerging risks, die NERCS, opsporen om zo snel mogelijk maatregelen te treffen, zodat zo weinig mogelijk mensen vervolgens ziek worden. Als je nou kijkt naar de situatie in Nederland, een werknemer die ziek is en denkt dat er mogelijk een relatie met het werk is, die kan naar de bedrijfsarts gaan als hij weet wie de bedrijfsarts is en als hij een bedrijfsarts heeft, wat wel zou moeten. Maar hij gaat meestal naar de huisarts toe. En als de huisarts niet onvoldoende toch het probleem kan aanpakken, wordt die persoon doorverwezen naar de klinisch specialist. En zowel die huisarts als die klinisch specialist, die hebben vaak onvoldoende kennis van de werksituatie. Dus de relatie tussen werk en het gezondheidseffect kunnen zij daarom vaak niet leggen. En als je geluk hebt, wordt er door een van die twee contact opgenomen met de bedrijfsarts of met een kenniscentrum, bijvoorbeeld het Nederlands Kenniscentrum voor Arbeidsgebonden Luchtwegaandoeningen, bijvoorbeeld het NCAL, of met de helpdesk van het NCVB. Maar we weten allemaal, daar zitten gewoon toch in Nederland behoorlijk wat haken en ogen aan dit systeem. En die heb ik hier op de volgende slide neergezet.
de informatie over de relatie tussen gevaarlijke stoffen en gezondheidseffecten, die zit bij de bedrijfsarts, bij de expertisecentra en bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Maar er zitten dus een aantal knelpunten in. De Nederlandse wetgeving die is gebaseerd op de RNE en het PMO. En dat gaat toch uit van de bekende risico's. Je maakt gebruik van de MSDS'en, Material Safety Data Sheets. En ja, nieuwe risico's die staan er natuurlijk nog niet op. Verder is er, weten we allemaal, toch gebrek aan communicatie in de keten tussen de reguliere en de arbozorg. En ook de toegang tot de bedrijfsarts, de NCVB en de expertisecentra is lastig in Nederland. Qua diagnostiek is er vaak meer nodig dan dat door de verzekeraar wordt betaald. En qua blootstelling, ja, dat moet door de werkgever worden betaald. Nou, en vaak is het zo dat een werkgever niet meer in beeld is, of dat die inmiddels failliet is, of dat de persoon al met pensioen is en dus ook geen werkgever meer heeft. Verder is er ook toch ook gebrek aan kennis en mogelijk ook interesse bij huisartsen, bedrijfsartsen en klinisch specialisten over die relatie tussen gevaarlijke stoffen en gezondheidseffecten. En weten we dat er onderrapportage is van beroepsziekten en ook de structuur voor de opsporing van nieuwe risico's. Ja, die is er eigenlijk niet. Niemand voelt zich eigenlijk verantwoordelijk. En het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft een tool ontwikkeld, de zogenaamde signaaltool. En daar kunnen bedrijfsartsen, ook arbeidshygiënisten, melding maken van potentiële new and emerging risks. En met die tool die wordt bijna niet gebruikt. Dus een oproep ook aan ieder van jullie. Van als je denkt dat er mogelijk sprake is van een ongekend risico wat we nog niet kennen, maak gebruik van die tool. In Nederland, wat zijn nou de belangrijkste spelers in Nederland? Natuurlijk, we kennen het Cornell Instituut, dat is de universitaire afdeling van het AMC, het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, de Polykliniek Mens en Arbeid, die nauw verbonden zijn met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en het Cornell. Het NCAL, het Nederlands Kenniscentrum voor Arbeid en Longaandoeningen. Het Nederlands Vergiftingeninformatiecentrum, dat gaat met name toch over hoge blootstellingen, vaak piekblootstellingen en dat type effecten, niet zozeer de langdurige effecten, of schoon men daar nu ook onderzoek doet daarnaar. De Radboud UMC, de Polykliniek voor Klinische Arbeidstoxicologie, en het RIVM, waar ik vandaan kom. Wij houden ons dus ook bezig met nieuwe en opkomende risico's van stoffen. Als je kijkt internationaal, zijn er universiteiten die zich daarmee bezighouden. Een voorbeeld is waar de vorige spreker vandaan kwam, Leuven, de Universiteit Leuven. Die houden zich daar erg mee bezig. En ook de verzekeraars. In Duitsland is dat bijvoorbeeld de DGUV, die zich bezighouden met nieuwe risico's. Je hebt ook kennisinstituten, bijvoorbeeld het Fins Instituut. En ook in Noorwegen, het STAMI. En als je kijkt op Europees niveau, dan hebben we het over Modernet. Dat is een netwerk van allemaal onderzoekers die zich bezighouden met het opsporen en het duiden van nieuwe risico's. Om inderdaad die op te pikken en te evalueren om vervolgens ook maatregelen te treffen. En verder, tot slot, het NIOSH in de US, in de United States, die spelen ook een grote rol, namelijk zij doen zogenaamde health hazard evaluations. Als in Amerika een 3 keer een signaal wordt gemeld bij het NIOSH, dan gaat zowel een bedrijfsarts als een arbeidshygiënist naar de werkplek toe en gaan onderzoeken of er een causaal verband is tussen de blootstelling op die werkplek en het gemelde gezondheidseffect. Nou, hoe sporen wij nou die NERCs op? Dat doen we eigenlijk op dezelfde manier als het LARAP doet voor medicijnen. De zogenaamde post-marketing surveillance. Dat betekent dat je eigenlijk met secundaire preventie bezig bent. Je pakt eerste signalen op uit die je ziet in de praktijk. En wil voorkomen dat er meer mensen ziek worden. Je wil zo snel mogelijk die signalen oppikken uit het veld. En je evalueert die vervolgens en deelt die informatie. En dat is ook een vereiste vanuit REACH om inderdaad dingen die je nog niet weet zo snel mogelijk op te pakken en communiceren, te onderzoeken en vervolgens te communiceren. En wat je dus wil, is dus inderdaad
het signaal. Bijvoorbeeld in dit geval, hè, een voorbeeldje, dakdekkers hebben vaker kanker. Hè, en je weet ook dat die dakdekkers worden blootgesteld aan PAX en UV. En je gaat dan proberen om een causaal verband tussen die beide te leggen. Nou, hoe gaan we nou te werk bij het opsporen van die NERCs? Je gaat in eerste instantie het signaal detecteren. En dat doen we door wekelijks eigenlijk de literatuur door te scrollen en te kijken of er signalen zijn vanuit de literatuur. Hè, en die pikken we op. Verder zijn er landen, hè, zoals Frankrijk en ook Engeland en Italië, die mooie databases hebben, waarbij zowel de blootstelling als gezondheidseffecten van werknemers staan vermeld. En dan kan je dus in die databases gaan zoeken of er eventueel relaties zijn tussen beiden, hè, die je nog niet kent. Het derde zijn de case studies. En daar speelt de bedrijfsarts natuurlijk een hele belangrijke rol. Hè. Het oppikken van eerste cases kan een aanleiding zijn om vervolgens toch een publicatie te maken of in de datamining toch een aanleiding te gaan zoeken om te kijken of die cases meer gaan voorkomen. En natuurlijk ook actieve detectie, zoals in periodiek medisch onderzoek. Nou, als je zo'n signaal gedetecteerd hebt, dan ga je dat bespreken in een expertgroep. En evalueren in een expertgroep om te kijken of je een signaal kan versterken. He, dus signaalversterking en vervolgens ga je kijken of een causaal verband is tussen de blootstelling en het gezondheidseffect. En als dat zo is, ga je maatregelen treffen. He, en dat kan op verschillende niveaus zijn. Natuurlijk communicatie, he, maar het kan ook zijn dat je nader onderzoek nog nodig hebt en maatregelen kan treffen op beleidsmatig niveau. Hier heb ik een voorbeeld. Waarschijnlijk kennen jullie deze casus. En dit geeft aan hoe belangrijk de rol van de bedrijfsarts is. Diacetyl, dat is het boteraroma dat wordt toegevoegd aan de popcorn. En het is een signaal wat toch een 10, 15 jaar geleden is opgekomen. En door inhalatie veroorzaakt deze stof, diacetyl, bronchiolitis obliterans. Dat is een zeer zeldzame levensbedreigende longafwijking, hè, en die zeer moeilijk te diagnosticeren is. Het probleem bij deze stof is dat je hem gewoon kan opeten, orale belasting, geen probleem. Maar als je de stof inademt, de damp van deze stof inademt, dan kan je dus deze zeer ernstige longafwijking krijgen. En de eerste casus werd gemeld in 1993. En vervolgens was er een bedrijfsarts in Amerika die zag dat in een fabriek in een bepaalde lijn opeens 8 werknemers bronchiolitis obliterans kregen. Grote longproblemen kregen. In een ander deel van de fabriek was dat niet het geval. Maar in dat deel van de fabriek waar dat wel het geval was, daar voegde men dus toe een stof waar onder andere dan dat die acetyl in zat. Nou, toen zijn er het NIOSH is erbij geroepen. Er zijn publicaties gekomen in 2002 en 2004. En uiteindelijk is hier in Nederland Frits van Rooij verder gaan kijken en heeft nagezocht of in de fabriek waarin dat diacetyl werd gemaakt eventueel ook werknemers waren die inderdaad longproblematiek kregen. En dat bleek zo te zijn. Dus toen wisten we dat het diacetyl toch die longproblemen veroorzaakt. Dat heeft geleid tot een grenswaardeafleiding door het SCHOOL in 2014 en uiteindelijk een Europese grenswaarde en ook opname in de Nederlandse lijst van grenswaardes in 2018. Maar daarmee zijn we er nog niet, want dat stofje, dat diacetyl, dat komt ook natuurlijk voor. Dus het is niet, je kan het toevoegen, hè, in het geval van de popcorn, maar het komt ook vrij tijdens het verbranden van, of tijdens het branden van koffie. Hè, dus daar moet je natuurlijk ook nog eens een keer op bedacht zijn. En de leverancier van het diacetyl, hè, van die smaakstof, die had een vervanger, het zogenaamde 2,3-pentaandion, maar uiteindelijk blijkt die ook toxisch te zijn. Dus we zijn er nog niet. Toch de oproep, hè, want vaak is het zo dat bij smaakstoffen weten we dat je ze kan opeten en dat het dan niet tot echt problemen leidt. Maar als je gaat inhaleren, wat dus het geval is voor werknemers, dat er dan wel degelijk gezondheidseffecten kunnen ontstaan. Nou,
al die literatuur hè, die we wekelijks screenen en de signalen die we eventueel via die signaaltool binnenkrijgen hè, of via collega's, die zetten Annette Lendering en ik samen in een database. Die noemen we NerdBay. Hè. In principe is die gesloten, maar als jullie daar interesse in hebben, kunnen jullie toegang vragen via Annette via deze link. En wat staat in die database? Nou, dat is informatie over het gezondheidseffect wat is gevonden, het type werk wat die persoon heeft gedaan, de blootstelling, hè, over welke stof gaat het, hè, een beschrijving van de blootstelling, hè, meer het scenario, het blootstellingsscenario en de referentie. En deze signalen die worden besproken in een expertgroep die we samen met RIVM, NCVB en een heleboel andere mensen hebben samengesteld. De samenstelling van de expertgroep die staat als derde punt. Bestaat uit bedrijfsartsen, klinisch specialisten, toxicologen en arbeidshygiënisten, zowel uit Nederland als uit België, van verschillende kennisinstellingen en universiteiten. En we delen die signalen ook in het grote Modernet-netwerk. Dat is een EU-netwerk van mensen die zich hiermee bezighouden. En ja, wat doen we dan in die expertgroep? We proberen een signaal, een eerste signaal, te kijken of we dat kunnen versterken. Om vervolgens te kijken van, nou oké, nu kunnen we toch vaststellen dat we wel degelijk over een vastgestelde NERC hebben. En dat er een causaal verband is vastgesteld. En dan ga je vervolgens kijken welke acties dat je kan ondernemen. Nou, wat kan je dan doen? Natuurlijk, je informeert de inspectie. De inspectie zit trouwens ook binnen de expertgroep, dus die zijn vanzelf geïnformeerd. En ook professionals. Hè. We hebben al vaker lezingen gegeven bij de NVVA, hè, bij de bedrijfsartsen. Hè. En goed, op die manier proberen we toch aandacht te vragen hè, voor ja, de new and emerging risks. Hè. En als we zien dat een mogelijke stof een NERC is, he, dan gaan we ook al kijken in de REACH database. Van nou, wat is er al bekend voor die stof? Of in het CLP-proces? He, wordt die stof op dit moment al gereguleerd? He, en kan je daar eventueel bij aanhaken dat je dat daarin brengt, dat extra effect wat je ziet? Als dat niet zo is, dan maken we vaak een Risk Management Options Analysis. He, en dat is een overzicht van mogelijke acties. En dat kan zijn dat we adviseren om een grenswaarde af te gaan leiden. Hè? Vroeger door het school, nu door het RAC. Hè? En waardoor dat er dan vervolgens een wettelijke grenswaarde moet worden afgeleid door de landen. En je kan ook gaan kijken of je in het kader van REACH of CLP acties kan doen. Of eventueel, als het over medicijnen gaat, hè, of biociden, dan moet je andere wetgeving erbij betrekken. Dan heb ik nog een aantal voorbeelden. Nou, dit zijn een aantal voorbeelden. Dat is een overzicht wat Annette een keer heeft gemaakt. En het geeft mooi aan hè, hoe lang het eigenlijk duurt voordat een eerste signaal uiteindelijk leidt tot beleidsmatige aanpassingen, beleidsmatige acties. Als je kijkt naar asbest, hè, dan zie je dat in 1955, hè, dat zie je in de kolom Important Publications and Reports, in 1955 was al duidelijk dat het deze stof een hoog risico geeft op longkanker. Hè, en ook mesothelioom, 1959-1960, was gewoon vastgesteld. We weten allemaal dat in Nederland nog tot 1995 ongeveer, of ja, medio jaren 90, is nog asbest gebruikt. Dus ja, je kan je afvragen waarom. En we willen voorkomen dat natuurlijk dit nog een keertje gaat gebeuren, door zo snel mogelijk actie te gaan ondernemen als we weten dat een stof gevaarlijk is. Verder zien jullie nog een paar voorbeelden. Nou, dan hebben we hier styreen. De vraag is nu of styreen eventueel bronchiolitis obliterans kan veroorzaken. Hè, er zijn signalen dat vanaf 2013, hè, toen werden er 6 cases met bronchiolitis obliterans door Cullinan, dat is ook iemand van het NIOSH, werden gerapporteerd waarbij 2 longtransplantaties en 1 dode werd gevonden. In hetzelfde jaar weer 2 nieuwe cases. En dat was bij glasvezelversterkte kunststof. En bij de glasvezelversterkte kunststof, bijvoorbeeld in de botenbouw,
wordt dat gebruikt, maar ook bij het gebruik, bij het maken van de windmolens wordt het gebruikt. Dus ja, er wordt veel styreen gebruikt. En vaak wordt dat afgedekt, zodat het inderdaad allemaal ja, toch bij die botenbouw allemaal netjes en schoon blijft. Voor het product is dat goed, maar voor die werknemer die wordt dan alsnog nog hoger blootgesteld. Nou, in 2017 is door iemand van het NIOSH, die Net et al, is een review gemaakt, een overzichtsartikel, waarbij toch aangemerkt wordt dat styreen oorzaak zou zijn van COPD, astma en bronchiolitis obliterans. En er werden 10 cases van bronchiolitis obliterans en 8 astma cases geassocieerd met styreen. Dit jaar is het NIOSH gestart met een lange termijn studie naar respiratoire effecten van styreen, inclusief dat bronchiolitis obliterans. En wij zijn dit jaar als expertgroep New and Emerging Risks, is het RIVM gestart met een Risk Management Options Analysis met het advies om in elk geval styreen geharmoniseerd te gaan klassificeren voor longeffecten. Nu is alleen styreen voor ototoxiciteit als STOT RE1 geclassificeerd, maar wij willen graag dat het toch ook de long erbij komt. Verder is door het IARC toch ook aangekaart dat er mogelijk toch sprake is van kanker. En als je de uitspraak van het IARC naar de klassificatie volgens CLP gaat omzetten, dan zou dat kunnen betekenen dat het of carcinogeen 1b of 2 gaat worden. Goed, dat heeft nogal wat consequenties, omdat voor carcinogeen 1b dan gaat ook de trein lopen voor de, ja, voor de wettelijke grenswaarde of voor de kankerverwekkende stoffen in Nederland, de lijst. En we adviseren ook dat een grenswaarde wordt afgeleid voor styreen. In Nederland hebben we namelijk nog geen grenswaarde voor styreen. En ik denk wel dat dat wel degelijk wenselijk zou zijn. Talc, dat is een signaal dat vanuit het NCAL komt. En daar wordt gezien dat werknemers bij de productie van hagelslag, die moeten op het eind moeten zij talc toevoegen en kunnen dus talc inademen. En in de voedingsmiddelenindustrie heb je dus vaak sprake van inhalatoire blootstelling. Hè. Dat zagen we ook al bij dat diacetylverhaal. Goed, oraal talc zal niet zoveel problemen opleveren. Adem je het in, dan heb je wel degelijk, kan je longeffecten krijgen. Ja, wat wij dus nu als RIVM doen, is weer een RMOA maken. En waarbij we dus adviseren om te gaan klassificeren. Het voorstel is om ook hier aan te geven dat bij herhaalde blootstelling dat het toxisch voor de long is. En ook hier is het mogelijk kankerverwekkend. Weten we nog niet zeker, maar er zal nader onderzoek naar moeten gaan gebeuren. En we adviseren om een grenswaarde, een EU-grenswaarde, af te leiden. We hebben eens gekeken van wat nou de grenswaarden zijn zo op de EU, binnen de EU-landen worden geadviseerd. En we zien dat bijvoorbeeld in Denemarken, dat ze ook naast stof, dat ze ook talkvezels, let op, niet asbestvezels, maar talkvezels, dat ze daar ook ja, een specifieke grenswaarde voor hebben gezet. Naast stof ook talk. Dus dat zal dan ook verder onderzocht moeten worden of dat eventueel toch een route is die we zouden moeten ingaan. Artificial stone. Ik denk dat we die kunnen overslaan omdat Lode daar al veel over heeft verteld. Inderdaad, na kortdurende blootstelling, jonge mensen, het is vaak gewoon hele hoge blootstellingen tijdens het slijpen bij de consument thuis. En Annette heeft in de bijwerkingen van werk, die link, daar kunnen jullie nog wat meer informatie vinden over deze problematiek. Dan het aerotoxic syndroom. In de Zembla-uitzendingen, er zijn er een aantal geweest, daar is aandacht gevraagd voor deze problematiek. Rechts bovenin zie je een plaatje waar je mist ziet en dat is olienevel. En dat kan soms gebeuren bij een zogenaamd fume-incident. Goed, er zijn piloten en cabinepersoneel die in die Zembla-uitzending aangaven dat ze neurologische klachten hebben. Cognitieve klachten, hoofdpijn, balansproblemen, gastrointestinale klachten. En dus die blootstelling, dat is dus dat er via de airco bleed air met motor of hydraulische olie bevattende lucht binnen de cabine wordt geblazen. En waardoor de mensen die lucht inademen.
Nou, er zit een bepaald stofje in die olie, wat dus ook in die lucht terecht kan komen. Dat is TCP, trichrysylfosfaat. En die stof is mogelijk neurotoxisch. Nu bestaat die stof uit 10 isomeren. En van, we weten dat die orthovorm dat die neurotoxisch is. Maar die orthovorm die zit niet meer in die olie. Dus dat kan niet. Dus dan zou de meta- en de paravorm zouden wellicht neurotoxisch zijn. Nou, wat hebben we nou binnen de expertgroep en binnen het RIVM? Zijn er een aantal acties geweest. Namelijk, er is door Tijke Paul, die ook lid is van de expertgroep, is bijgedragen aan een publicatie over diagnostische criteria. Want nou, wat is nou eigenlijk aerotoxic syndroom? Het is een syndroom, dus je zal eerst een definitie moeten hebben van wat verstaan we eronder. En verder is er vanuit REACH een stofevaluatie gedaan, om de extra informatie over de blootstelling en de toxiciteit op te vragen. En we zijn betrokken bij het opstellen van een standaard voor binnen de CEN, dat is de Europese Commissie, om een vaststellen van een norm voor schone lucht in vliegtuigen. En er is dialoog in de sector en we doen ook mee, we zijn ook betrokken bij onderzoek naar blootstelling en toxiciteit van het TCP, maar dadelijk ook, er komt nu een nieuw onderzoek naar toch de lucht in de vliegtuigen. Hier kunnen jullie kijken wat die diagnostische criteria zijn van die publicatie. De link staat erbij. En het laatste voorbeeld, dat is een dermale effecten naar aanleiding van blootstelling aan isothiazolinonen. Dat zijn conserveermiddelen, antimicrobiële middelen. En er zijn signalen uit de literatuur, maar ook bij het NCVB zijn er cases bekend. Van mensen die hieraan worden blootgesteld en die contactdermatitis krijgen. En de blootstelling vindt plaats zowel op het werk als consument ook. En wat nieuw aan dit is, we weten dat het als je direct wordt blootgesteld aan die isothiazolinonen, dat het kan leiden tot contactdermatitis, maar ook erogene blootstelling kan leiden tot contactdermatitis. Als je rechtsboven in dat plaatje kijkt, die werknemster, die het hele gezicht en alles zit gewoon helemaal vol. Nou, heel veel beroepsgroepen die komen ermee in aanraking. Je ziet de hele lijst. En het betreft een hele grote groep verbindingen. Het zijn biocide, conserveermiddelen. Die zitten in verven, lijmen, reinigingsmiddelen. Maar ook in cosmetica. En handschoenen, PVC-handschoenen. En ja, er zijn gewoon heel veel isothiazolinonen, wat ik al zei. En de concentraties in de niet-consumentenproducten die is vaak heel hoog. Meer dan 100 ppm. En er worden ook telkens nieuwe derivaten gemaakt. Onlangs is er een heel review gegeven over deze stoffen. Kunnen jullie zien bij bij onderstaande link. En als je kijkt naar wat is er al geregeld voor consumenten. Dan is de stof, zijn deze isothiazolinonen, MCI en MI. Die zijn al verboden in de cosmetica die je gewoon op je huid laat zitten. Bijvoorbeeld crèmes. Maar rinse-off cosmetica, bijvoorbeeld shampoos, dan mag er maximaal 15 ppm in zitten. Maar in de niet-consumentenproducten, daar zien we een toename van de incidentie onder werknemers. En we zien hele hoge concentraties vaak. Onlangs is er geclassificeerd. Methyl-isothiazolinon is geclassificeerd als skin sensitizer. Als het hoger is dan 15 ppm, die concentratie, maar heel veel MCS'en zijn niet compleet en dan staat het er gewoon niet in en weet je dus niet of je aan die stof wordt blootgesteld. Dus ook binnen het RIVM en de expertgroep hebben we een risk management options analysis gedaan. En ja, wij zijn tot de conclusie gekomen dat je hier een gezamenlijke aanpak moet hebben voor binnen REACH, binnen de biociden en de CLP-verordening, omdat het zo breed verspreide blootstelling is. En dat je ook aandacht moet hebben voor de erogene blootstelling. En verder is de verfindustrie onderzoek mogelijkheden tot concentratieverlaging, want ook in verf zit de stof. Dit is het verhaal wat ik zou willen vertellen vandaag. Hartelijk dank. Nogmaals hartelijk dank. Dankjewel. Heel mooi overzicht. Twee dingen vallen op, dat er eigenlijk al best wel veel bereikt is in de vorm van wetgeving of grenswaarden. Maar ook dat er nog heel veel moet gebeuren. Heel veel stof of wat een beetje stroperig is of blijft hangen. Of geen politieke beslissingen. Ja. Ik zag vandaag een stukje van RIVM in de krant over pesticiden. En de relatie met neurogene Alzheimer of Parkinson. Hoe je daarmee om moet gaan. Ja.
We zitten bijna in de tijd, maar er zijn drie vraagjes in de Q&A. Vraag om ze proberen heel kort te beantwoorden. Als je die kan, doen ze in de helpdesk. Ja. Maar beginnen we gewoon met de eerste. Eentje vraagt, de subgroep werknemers met een verhoogde kans op schadelijke effecten. Denk aan zwangeren, mensen met beperkingen in een nierlevenfunctie. Wordt daar ook rekening mee gehouden? Of verzamel je daar ook gegevens over? Ja, die zijn natuurlijk heel moeilijk op te sporen. Subgroepen, we kijken wel naar repro-effecten. Dat wel degelijk. Hè? De laatste tijd zijn er een aantal studies inderdaad waarbij repro-effecten zijn gevonden die we nog niet kenden. Ja. En die hebben we inderdaad toegevoegd aan de database. We nemen het mee. Ja. Dank. En als de vraag zullen we nog meer willen weten in de helpdesk bij ons, dan spelen we hem door. Ook een heel interessante vraag in die zin. Er zijn lijsten voor CMR-stoffen en zorgwekkende stoffenlijsten. Allemaal in verschillende formats online. Het is voor de praktijk best wel onoverzichtelijk om dat te vergelijken met stoffen die in een bedrijf zitten. Ja. Heb je daar nog ideeën over of zijn daar oplossingen voor? Dat is gewoon inderdaad een groot probleem. Sowieso de CMR-stoffen, daar moet je natuurlijk, dat is heel belangrijk. Hè? De SVAC-stoffen, de Substances of Very High Concern, hè, die staan op de RIVM-website. En daar zal je even moeten kijken of het stoffen zijn die voor de mens op de mens betrekking hebben of milieueffect hebben. Dus dan zal je gewoon even één op één moeten kijken op basis waarvan dat die stof op die SVAC-lijst terecht is gekomen. Ja. Ja. Het is soms ook een beetje een retorische vraag, maar het is wel mooi om te delen. Het is nog best een hoop werk te verzetten. Ja, zeker. Laatste vraag, misschien ook een kort antwoord, maar het is best een ingewikkelde vraag. Op welke manier worden de grenswaarden vastgesteld en hoe wordt de betrouwbaarheid van die grenswaarden gewaarborgd? Bijvoorbeeld follow-up onderzoek. Hoe worden ze up-to-date gehouden? Blijven die grenswaarden altijd bestaan? Blijven de grenswaarden altijd bestaan? Dat hebben we gezien dat op een gegeven moment in 2007 een heleboel grenswaarden zijn afgeschaft, zou ik maar zeggen. En we nu private grenswaarden moeten maken voor die stoffen. Ja, hoe worden grenswaarden afgeleid? Ik denk dat je daar gewoon best even naar de Gezondheidsraad website, want het is best ingewikkeld verhaal, dat kan ik niet even heel snel aangeven, maar daar wordt gewoon uitgelegd hoe een grenswaarde wordt afgeleid. Dat wordt gebeurd door een commissie die gewoon echt een heel degelijk overzicht maken van alle gezondheidseffecten als gevolg van een bepaalde stof. En dan kiezen ze het kritische effect van die stof. En vervolgens wordt er op basis daarvan en een aantal veiligheidsfactoren daaroverheen wordt een grenswaarde vastgesteld. En dan vervolgens, als het een kankerverwekkende stof betreft, en dit zijn meestal de stoffen die nu de route van via de Gezondheidsraad lopen, dan vindt er dus ook nog een keertje bij de SER, wordt er nagegaan in hoeverre dat het die grenswaarde haalbaar is. Dank dus dat vindt ook nog. Ja, dank je wel. Ja. Ik denk bijna voor het nieuwe landelijk expertisecentrum, dit is een mooie taak, is ook financiering voor om in ieder geval meer aan communicatie te doen, meer aan dit soort opbouw van database te doen. Dus daar ligt eigenlijk misschien wel een hele mooie kans, maar ik hoop het. Ik hoop het. Ik denk dat het NERCS-project gewoon echt wel helemaal mooi inpast in het lek. Ja, hartelijk dank. Ja, dank je wel. En ik wil graag de volgende gast uitnodigen. En dat is dokter Henry Heusen, ook vanuit de blootstellingskant. Hartelijk welkom en fijn dat je er bent. Dankjewel, Henk. Arbeidshygiënist en toxicoloog bij Cosanta BV. En ook weer de opsporing verzocht in de praktijk. En heel aardig ook met die stoffenmanager zag ik voorbij komen. Ik denk dat het een hele mooie tool is. Een beetje annex aan de vorige vraag van hoe kan je in de praktijk nou hulpmiddelen inzetten om beter die blootstelling te beoordelen of te inventariseren. Ik wil graag jou het woord geven. Dankjewel, Henk. Ja, dank u wel. Allereerst dank voor de organisatie dat ik hier vanmiddag mag optreden. Ik neem u in de komende half uurtje mee naar een praktijkverhaal. En ook als lid van de expertcommissie kwam een gemmetaas terrein voorbij. En dat is de casus die ik straks met u wil doornemen. Eerst even kort voorstellen. Henk noemde het al. Stoffenmanager, hè, dat komt straks ook in de casus een beetje voorbij. Een platform wat sommigen van u wellicht kennen om beoordelingen uit te voeren. Inmiddels hebben bedrijven daar al meer dan 210.000 risicobeoordelingen uitgevoerd, 422.000 producten ingevoerd. Dus aan de stoffenkant loopt dat vanzelf. Ik zou zeggen, neem eens een kijkje, u bent van harte welkom.
Komt een lamineerder bij de bedrijfsarts. Dokter, ik ben kortademig. Ik hoest. Ik ben erg moe. En ik vraag me af of dit door mijn werk komt. Ik werk met stress en ik maak me zorgen. De bedrijfsarts vraagt of de werknemer ook last heeft van X, Y, Z. Ik ben geen bedrijfsarts, dus daar waag ik me niet aan. Maar die gaat het medisch dossier na of er al eerder klachten waren. De lamineerder pakt zijn smartphone, opent zijn persoonlijk blootstellingsdossier. De bedrijfsarts doet hetzelfde zijn laptop. En samen kijken ze naar zijn blootstelling aan het terrein. Hoe vaak, hoeveel uur per dag, onder welke omstandigheden, is hij goed beschermd of niet. Zoek ook naar andere stoffen die dezelfde klachten kunnen veroorzaken. Wellicht dat u denkt van, goh, heb ik nou wat gemist? Ik heb helemaal geen persoonlijk blootstellingsdossier. Ik heb nooit een werknemer op mijn spreekuur gehad die met zijn smartphone alle gegevens laat zien. Maar zou het niet mooi zijn als we daar in Nederland daar naartoe kunnen werken? Daar kom ik straks op terug. Maar laten we het begin beginnen. Blootstelling aan styreen. Bijvoorbeeld in de praktijk. Lamineren. Die aan het spuiten is. Dat is een andere. Hij doet nog meer. Let zo op. We gaan rollen. En plassen. Kijk, een mooie kolom. We hebben zo'n half buitenkoekje. Leuk. En ook handenblootstelling. Nou, dit is iets. Net wendel ik wel van bijwerken. Van werk kijk, houd eens op. Maar dit is dus wat je dus typisch kan voorkomen, nog steeds voorkomt in de praktijk. Als je nou voor blootstelling hebt, arbeidsinitiatief speelt eigenlijk de detective in de praktijk van op zoek naar blootstelling. Maar de blootstelling die varieert. Er is niet één blootstelling. Hij varieert tussen activiteiten, processen, uiteraard tussen stoffen, tussen fabrieken, tussen werknemers, zelfs binnen een werknemer tussen verschillende dagen. Iemand heeft misschien slecht geslapen en staat dan wat dichter bij een kuip of de andere dag net andersom. Het verschil tussen dagen, tussen klimaat, periodes binnen een dag, et cetera. Dus er is niet één blootstelling, de blootstelling varieert. Als je dat dan vervolgens in de praktijk wil vaststellen, dan zijn er verschillende manieren. Je kunt het meten, dat is duur, maar gelukkig heb je tegenwoordig ook modellen en kun je schatten. En dan zijn er verschillende smaken. Je kunt eenvoudig beginnen met tier 1 modellen. En wat eenvoudige modellen die wat conservatiever zijn. Je kunt tier 2 modellen gebruiken. En uiteindelijk, als je er dan niet uitkomt, als de modellen zeggen dat het niet veilig is en je zou zwaar moeten investeren in maatregelen, dan wil je misschien toch zeker weten of het echt zo is. En dan ga je naar metingen. Luchtmetingen, biologische monitoring. Dus eigenlijk de arbeidsinitiatief in de praktijk, die loopt dat trapje af en die denkt van, goh, wat kan ik nou het beste inzetten en wanneer? Hij kan dus wel meten als schatten. Als je dan de variatie in blootstelling over de dag bekijkt, ook dat is niet één rechte streep. Een werknemer kan verschillende dingen doen op een dag. Hij kan storten, hij kan pipetteren, hij kan van alles doen. Met dezelfde stof, met verschillende taken. Dus die blootstelling over een dag varieert. Dus je hebt pieken. En uiteindelijk wil je dan ook kijken, stel dat het een 8 uur gemiddeld is, dan wil je die blootstelling dus middelen. Dus een blootstellingsbeoordeling op de werkplek, kijk je ook wat iemand doet op een dag. Zijn er nou pieken die je dan later kunt beheersen? Tot misschien nog ingewikkelder, zoals ik al zei, dat de blootstelling over verschillende dagen varieert. Dus als je op dag 1 meet, dan wil het niet zeggen dat dag 2 dezelfde is. Er is een norm, de 689, waarbij bij oriënterende metingen, is de minimum meetzet 3 dagen. En dat loopt van 3, 4 tot 5 dagen. En daar kun je besluit op nemen. Dus een meting zomaar doen heeft geen enkele zin. Je zal behoorlijk wat uit de kast moeten trekken. Het stukje wetgeving wat eraan vastzit. Dus de inspectie heeft een tool op het internet. De zelfinspectie tool. En dan kun je in ieder geval kijken wat je zou moeten doen. Hè? Nummertje 2 is het beoordelen van de blootstelling. Nummertje 3 is het maatregelen. Er staat niet hoe je het moet doen, maar wat je moet doen. En dat is de bril, zoals de inspectie kijkt naar blootstelling. Bij stoffenmensen hebben wij dat in 6 stappen onderverdeeld, waarbij we het vooral als een cyclus zien. Eigenlijk ben je nooit klaar. Dingen veranderen. En je begint met aan inventariseren. Dan ga je beoordelen. Als het niet goed is, ga je maatregelen nemen. Je zorgt dat het ook geborgd is. En voor de bedrijfsartsen bij het borgen hebben wij, als arbeidsminister staat dat bij PMO's, PAGO's, persoonsdossier, als slot op de deur.
En dan ga je het cirkeltje weer van vooraf aan beginnen als er dingen veranderen. Dus het belangrijke is bij bedrijven dat er gewoon een cyclus in zit. Als je het dan over de praktijk hebt, een arbeids is in de praktijk, ja, waar hebben we het nou eigenlijk over? Wat is nu de praktijk? En de vragen die wij ons stelden, of die ik me stelde toen ik deze lezing ging voorbereiden. Nou, wat kan de arbeidsdienst nou bijdragen aan het tijdig opmerken van nieuwe risico's? En hoe kun je een brug slaan tussen wetenschap en praktijk? En in beide gevallen is de vraag eigenlijk, is dat nou appeltje-eitje? Maar de praktijk bestaat niet. Waar hebben we het nou over? Hebben we het nu over een bedrijf, een werknemer die niet wil en niet kan? Nou, dan kun je er niet zoveel mee in de praktijk. Dat is meer iets voor een inspectie. Maar je kan ook een bedrijf hebben die wel wil, maar niet kan. Ja, die heeft hulp nodig. Dienstverlening, de volgers. Je kan ook een bedrijf hebben die niet wil, maar wel kan. Nou, die kun je wellicht over de streep trekken om middels voorlichting. En je kunt bedrijven hebben die wel willen en ook kunnen, de koplopers. Nou, daar kun je alleen maar van dromen, denk ik, als arbeidsdienst in de praktijk. Want daar kun je dan ook makkelijker de dienstverlening aan koppelen. Dus de praktijk, die bestaat niet. Het hangt er vanaf van de cultuur van het bedrijf, waar ze staan op die implementatieladder en wat voor hulp dat ze dan nodig hebben. Ik wil u nu meenemen in een praktijkvoorbeeld van Styreen. Zoals gezegd, die is aan de expertcommissie ook aan de orde geweest. Hij heeft de vorige spreker ook behandeld. En dit verhaal is eerder verteld, maar dan veel uitgebreider door Cassandra op het NVVA-symposium. Wilt u daar meer van weten? De presentaties staan nog steeds online bij de NVVA. Maar ik neem nu de verkorte versie met u door. De aanleiding was een inspectiebezoek. Een inspectie concludeerde dat de blootstelling onvoldoende was beheerst. Nou, het bedrijf is bezig met het realiseren van nieuwbouw. En de inspectie zei van, nou, betrek nou een arbeidsdienst bij je nieuwbouwplannen. Nou, dat is gedaan. Alleen de plannen voor de nieuwbouw waren eigenlijk zo goed als klaar. Het bedrijf had haast en eigenlijk wilden ze alleen maar een stempel van de nieuwbouwplannen, inclusief het ventilatieplan, wilden ze eigenlijk een stempel van de arbeidsdienst van of dat wel of niet goed was. Nou, hoe is dat dan vervolgens aangepakt? De arbeidsdienst is er naartoe gegaan, heeft de werkplek bezocht, de werkzaamheden geïnventariseerd, technische berekeningen uitgevoerd, kom ik zo op terug, literatuuronderzoek gedaan, van ja, je hoeft niet altijd het wiel uit te vinden, of het liefst helemaal niet. En vervolgens zijn de beheersmaatregelen geadviseerd conform de arbeidsgenesstrategie. We hebben het over, het is een bedrijf die moskeekoepels produceert, Dutch tubs, u zag al de foto's. En daarvoor worden lamineertechnieken gebruikt. En die worden aangebracht met een roller, de gelcoat, ook handlamineren, met niet low styrene emitting has. Dat is wel belangrijk. Er wordt ook ontlucht en er wordt ook topcoat aangebracht met een roller. Dus niet spuiten, alleen maar rollen. Styreen, vorige spreker het over gehad. De stofinformatie kun je opzoeken in databases. En zoals gezegd, is er nou een nieuw risico voor styreen? Het bronchiolitis obliterans. Al langer is bekend de relaties tussen styreenblootstelling en astma en COPD, maar er is ook wellicht een nieuw risico. En die vraag die ik me heb gesteld van, goh, met dat nieuwe risico, zou dat nou helpen om zo'n bedrijf dan wellicht wat sneller over de streep te trekken en helpen aan de beheerskant? En dan kom ik terug naar Paracelsus, bekend. Eigenlijk twee vragen. Is er een nieuw gevaar? Nou, wellicht. Want wellicht is het bronchiolitis obliterans. Is er een nieuwe blootstelling? Ja, dat is de rol van de arbeidsdienst in de praktijk. Die als detective gaat rondlopen van, is het nou eens nieuws onder de zon? Wat blijkt uit het werkplekbezoek? Je leest wat technische dingetjes. Er werd 24 kilogram styreen gebruikt per dag. De producten bevatten 10-50% styreen. Er is een brancheorganisatie waar gelukkig heel veel technische informatie is te vinden. En dat is allemaal nagelopen. Dus er was best wel veel te vinden. Werkelijk bezoek. Ja, uiteraard is de blootstelling bekeken. Alle handelingen zijn in kaart gebracht. Al de handelingen waar je dan blootstelling kunt krijgen. U ziet ze hier allemaal opgeschreven. Ik ga ze niet tot in detail doornemen. Dus het is gewoon veel tijd besteed om die blootstelling in kaart te brengen. Vervolgens zijn de rekensommetjes gemaakt. Want dat was de vraag van het bedrijf. Doen we het goed? De ventilatie verhoudt. Help ons met hoeveel we zouden moeten ventileren. Nou, ook daar zijn verschillende methodes voor gebruikt. Ik zie het hier genoemd. Die UCA, dat is weer de brancheorganisatie. Er is ook met modellen gerekend. En uiteindelijk was het advies.
Ventilatiefout van 5 via textiele luchtverdeelslangen. Ik zal hem niet vermoeien met alle technische achtergronden. U ziet hier wat dingetjes genoemd. En er is ook nog naar bronsterkte gekeken. Echt technisch arbeidsheiders werk om op een gegeven moment goed te kunnen adviseren. Nou, als je dit ventilatiefout nou neemt en dan gezien de blootstelling en al die taken, zou je op een dag onder de grenswaarde moeten kunnen uitkomen. Dus dat was de vraag voor de klant beantwoord. Maar er was ook aanvullend advies. Ja, we voeren al controlemeting uit na installatie van de ruimteventilatie. Want je wil natuurlijk weten, als je dat doet, heeft het dan ook geholpen. Overweeg vooral ook andere beheersmaatregelen. Want dit is natuurlijk niet conform de arbeidshygiënische strategie. Ook in de literatuur en ook bij de brancheorganisatie is beschreven dat je wat aan substitutie kunt doen. Je kunt wat aan de producten sleutelen, aan de receptuur. Je kunt ook andere technische maatregelen nemen. Je kunt organisatorische maatregelen en als laatste stap natuurlijk de PBM. Maar laten we er eentje uitpikken. Technisch. Je kunt iets aan de bron doen. Ook weer in die brancheorganisatie zijn gewoon technieken beschreven dat je zogenaamde push-pull systemen kunt gebruiken. Je kunt bronafzuiging gebruiken in combinatie met zonneventilatie. Dus de vraag van het bedrijf was van nou, help ons met ruimteventilatie. Maar dat is eigenlijk één stap daarna. Je zou eigenlijk willen adviseren, nou ga hier eens nog eens over nadenken of dat niet kan. En dit soort dingen zijn uitgeschreven, alleen dan moet je nog wel engineeren. En daar ligt dan vaak de kunst. Stand van zaken. Nou, november 2017 is het advies opgeleverd. Mei 2018 waren ze nog niet de nieuwbouw ingetrokken. De ruimteventilatie was zo goed als geïnstalleerd. En ze waren al naar, ze hadden het idee om te verhuizen naar de nieuwbouw. Oktober 2018. De installatie draait, maar niet continu. Het gebruik ging nog wat moeizaam en er was ook wat rumoer bij de werknemers. Want ze waren toch een beetje bang dat het de productkwaliteit zou beïnvloeden. Dat is niet uniek. Dat heb je vaak met dit soort vraagstukken. Kijk, als je lucht afzuigt en je doet iets aan de afzuiging, dan trek je natuurlijk stoffen weg, dat is de bedoeling. Maar dat kan ook invloed hebben op je receptuur en op je productkwaliteit. Dus dat soort trajecten is ook altijd goed om daar werknemers vooral bij mee te nemen. Januari 2019, reactie van het bedrijf. Maar was niet tevreden. Het had eigenlijk niet echt geholpen en dat was een grote tegenvaller. Nou, wat is misschien hier nu de conclusie? Van ja, jammer dat het bedrijf niet meeging in de gedachtegang. Van goh, laten we nou eerst eens aan de bron kijken en dan later dit stukje doen. Maar goed, dat was niet de vraag, maar eigenlijk wel een gemiste kans. Dan de vraag van goh, het nieuwe risico. Als je deze klant, dit bedrijf, dat nu had verteld, zou dat dan hebben geholpen? Ook dat hangt denk ik weer af van als je naar andere bedrijven zou kijken, wat voor praktijkbedrijven hebben het dan over. Wat mij in ieder geval triggerde in het verhaal, wat ook gepubliceerd is door Tikke Paul, het verhaal van de longtransplantatie. Nou, ik kan me geen werkgever in Nederland voorstellen, als je dat zou vertellen, die dan toch niet zou schrikken. Dus dat verhaal van die bronchiolitis obliterans en de gevolgen, ja, dat helpt zeker bij de bewustwording. Hoe kun je een brug slaan tussen de wetenschap en de praktijk? Weer die lamineerde die bij de bedrijfsarts komt. Het persoonlijk blootstellingsdossier. Zouden we daar niets aan kunnen doen om daar naartoe te werken? Nou, er is een academische werkplaats opgericht door Albion en IRAS. Wij zitten er ook aan tafel om te kijken of we het stofmengen research platform dat we voor kunnen gebruiken. Maar dan heb je nog wel een aantal stappen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Zowel aan de inhoudelijke kant en IT kan alles oplossen. Hoe kun je ook een brug slaan tussen wetenschap en praktijk? Annette Lentrink met haar mooie website Bijwerking van Werk en de blogs die worden geschreven. Ja, dat helpt in de bewustwording. Dus ik vind dat mooi dat soort journalistieke werk ook gebeurt. En ik hoop dat het op een of andere manier ook nog wordt voortgezet. Samenvattend, mijn conclusie. De arbeidsnis is een appeltje-eitje in het veld als blootstellingsdetective. Ja, nogmaals, het hangt heel erg af van bij wat voor bedrijf je over de vloer komt, waar men zit, of men wil, of men kan, et cetera. De conclusie is ook dat bestaande risico's nog onvoldoende zijn beheerst. Want dit verhaal bij die lamineerder, ja, dat is niet nieuw.
Zelfs met de bestaande risico's was de blootstelling niet beheerst, komt er een nieuw mogelijk risico bij. Dus aan de blootstellingskant zit het niet. Het zit er meer in dat bedrijven ook iets zou moeten doen volgens de arbeidshygiënestrategie. Wat ook absoluut beter zou kunnen, dat naar mijn idee de arbo-beleidscyclus nog onvoldoende draait. Dat toch te weinig digitalisering plaatsvindt. En volgens goed is komen er nu twee stellingen over, wat twee provocerende stellingen. Komen de stellingen nu in beeld? Daar gaat denk ik iets mis. De stelling over de XML, de ketencommunicatie. Ja. Heel fijn. Misschien als achtergrond. En het eerste verhaal werd er ook al teruggegrepen op een veiligheidsinformatieblad. Bedrijven krijgen deze als PDF aangeleverd en daar moeten ze dan wat mee. En wat men ermee moet, dat wordt dan braaf overgetikt. Nou, dat is administratief een last. En dat kan toch eigenlijk veel en veel slimmer in deze tijd. Dus de provocerende stelling is, gewoon verplichten, dan gebeurt het. Nou, kijk eens. De meerderheid is het eens, was 88%, dat het verplicht zou moeten worden om de VUB's digitaal beschikbaar te stellen. Dat is een mooie input voor verdere discussies. De tweede stelling, dat heeft te maken met het persoonlijk blootstellingsdossier. Albers en ze voeren allerhande metingen uit, komen de keurige rapportjes, maar het komt nergens centraal samen. Dat kan toch beter? Gaan we dat verplicht stellen? Nou, kijk eens. Ook hier is 84% is voor de verplichting. Nou, dat is denk ik mooi om verdere discussies in Nederland, want daar heb je natuurlijk de stakeholders voor nodig om dat in ieder geval in gang te kunnen zetten. Nou, hoe zou dat dan bijvoorbeeld kunnen? Zou ik de volgende dia kunnen krijgen? Ja, dank u wel. Nou, even over de drie gevaarlijke stoffen. Daar begint het. Nou, die hebben wij. Geregistreerde blootstellingsrisico's. Bedrijven kunnen hun metingen daarin vastleggen. En waar nou die hele digitalisering op dit moment stokt, is dat gezondheidsdossier, die koppeling tussen de registers en de medische kant. Dat hebben we niet, maar zou het toch niet mooi zijn als we daar met z'n allen naartoe gaan werken. Dan is er nog wel een weg te gaan, maar iedere weg begint met een eerste stap. Dus ik zou zeggen, laten we daar met z'n allen aan gaan werken. En we hebben één voordeel. Ik denk dat de bewustwording voor gevaarlijke stoffen, de aandacht ervoor, ook vanwege aandacht in de pers, die is er absoluut. Dank u wel. Hartelijk dank, Harry. Wacht even dat we weer in beeld zijn. Dat praat prettig. Ja. Hartelijk dank. Heel mooi overzicht. Ook, ik denk de vinger op de zere plek van hoe kan je die hele keten in de arbeidsbeleidscyclus verbeteren. Ook Lode Godeers had er een opmerking over. Misschien PMO meer digitaliseren of slimmer afnemen. Ik had nog één vraag in de Q&A, maar ik denk dat die misschien wel beantwoord is. Maar misschien wil je tot slot dat nog toelichten. Er werd gevraagd, wat bedoel je nou precies met die digitalisering van de arbo-beleidscyclus? Nou, ik bedoel eigenlijk dat we een heleboel PDF's en Word-files en Excel'tjes de wereld insturen. En ja, dat praat niet met elkaar. Dus het zit hem echt op alle vlakken. Mm-hmm. Maar het begint naar mijn idee, de commissie, nou laten we bij het begin beginnen. De commissie eerst is bijvoorbeeld gepleit voor een digitale database aan stoffen in Nederland. Mm-hmm. Nou, die is er. Die zit gewoon bij de leveranciers. Mm-hmm. Die hebben alle data. Ja. Alleen als de leveranciers nou eens die data gewoon digitaal beschikbaar zouden stellen aan de keten, nou dan hebben we al heel veel gewonnen. Ja. Dus er is veel informatie, alleen de manier waarop het gewoon wordt gecommuniceerd, dat is niet meer van deze tijd. Ja. Ja, nog, ik hoop dat het nieuwe centrum daar ook input in kan geven, dat in ieder geval die bronnen ontsloten kunnen worden. Ja. En ook aan elkaar geknoopt kunnen worden. Ja. En dan moet ook nog een weging plaatsvinden van hoe erg is een bepaald risico of een gevaar en wat doe ik daaraan? Ja, dat zou fijn zijn. Hartelijk bedankt voor deze mooie presentatie. En dankjewel. Een inkijkje in die stoffenmanager ook met name. Dankjewel. Ik wil jullie weer de kans geven om wat oefeningen te doen, benen te strekken of anderszins 10 minuten pauze. En dan zijn we om 3:10
pik 2 minuutjes van jullie pauze af om het mooi in lijn te houden. Ik zie jullie graag om 3:10 weer terug. Tot zo. Dank u wel. Welkom terug in het laatste blok van deze mooie Heijermanslezing. En een rondje gemaakt via collega's uit België, het oosten van het land. Weer terug in Amsterdam, UMC. En ik ben heel blij dat mijn collega's het laatste blok verzorgen. Willem Pieter Piebinga en Herman Batstra. Ook ja, als opvolgers van de activiteiten die Annette Lenderink bij ons uitvoerde. En ik wil graag het eerste woord geven aan Willem Pieter over casuïstiek binnen de politiek, mens en arbeid. Dankjewel, Henk. Ja, ik dank Annette voor de uitnodiging dat ik hier mag spreken. En het was in de zomer dat de vraag tot mij kwam. Ik denk, wat ga ik nou doen? Ik moet de volgende dia doen. Zo. Even wachten. Ja. Hier zien jullie wat over mijn gegevens. Je ziet, ik ben bij de bedrijfsarts bij de Arbeunie. Nou, lees het rustig door. Dan zie je, ik heb geen belangenverstrengeling. En even toch doorvertellen over de zomer. Ik denk, wat ga ik nou doen? Dus ik had een casus en ik heb daar ook een aantal collega's gevraagd van, goh, wat zou je nou doen? En dan kom ik gelijk op de volgende. Gewoon, denk even mee in je spreekuur, gewoon in de zomer. Daar komt een werknemer naar je toe. Het is het eerste contact. Nou, dat zal wel eens vaker gebeuren in de vakantie. Hè? Je valt dan in. En je hebt wel in de dossier zie je ook dat het bedrijf sinds 4 jaar aangesloten is. En komend jaar is er een aanbesteding. Misschien herkenbaar voor velen. Je ziet een enthousiaste man. 62-jarige buschauffeur. 3 maanden arbeidsongeschikt. Hij vertelt dat hij blaaskanker heeft. Hij vertelt dat hij behandeld is. Zit stralend voor je. Hij is een gemotiveerde man. En hij vertelde ook nog wat over zijn werk. Hij zei, ja, vroeger deed ik ook nog wat onderhoud. Maar ja, al die bedrijven fuseren, zegt hij, wordt het groter. En dan ben ik maar op de bus gaan zitten, want dat was toch wel mijn passie. Leuk werk, prachtig beroep. Maar ja, door al die fusies, ja, toch een beetje minder werk met het bedrijf, maar wel met het vak. En hij wil weer aan het werk. Nou, met dit verhaal ben ik gewoon naar mijn collega's gegaan. En ik vroeg zo, wat zijn nou jullie gedachten? Nou, de eerste was van, we gaan de vragen, hè, we gaan dus vragen aan hem. Van, goh, hoe zit het nou met je werk? Waar loop je tegenaan, denk je? Al dat soort vragen. En anderen die zeiden nog wat anders. Die zeiden van, nou, ja, we moeten toch ook de papieren werk wel goed in orde hebben. Dus reïntegratieadvies schrijven, vervolgafspraak maken voor de verdere begeleiding. En natuurlijk niet te vergeten, probleemanalyse opstellen. Want ja, dat ding was natuurlijk nog niet gemaakt. Het was het eerste contact. En ja, we moeten toch wel WVP-proef werken. En eentje zei nog, ik ga de opvragen van de medische informatie. Dat ga ik doen. Nou, even terug. Denk aan, ja, u zit in de zomer, krijgt dat. En even toch denken van, wat zou u nou gaan doen? Het is best, ik ben gewend om in zalen te staan. Dit vind ik altijd een beetje moeilijk. Ik kijk tegen een paar schermen aan. En meestal kijk ik dan de zaal in. Maar ik wil u wel actief maken. Denk eens na, wat zou u doen in de zomer? Gewoon tijdens uw spreekuur. Medische informatie komt binnen. Nou, prachtig, volledig verhaal. Non-invasieve blaastumor. Patiënt rookt niet. Nou, zal wel, denk je dan. Hè? Niet in de tropen geweest. Geen blaasproblemen gehad. Nou, oké. De behandeling staat erop. Heeft toch nog een klein antibioticuurtje gehad. Geen restklachten meer. En eigenlijk ziet alles er prachtig uit. Nou, u voelt het al. Nu komt uw visie. En eigenlijk is het een samenstelsel van 2 dingen. We gaan gewoon met de reïntegratie aan de slag. Of we gaan ook nog uitzoeken naar eventuele oorzaken van dat beeld. En dan kunnen we A en B of geen van beide hebben. Ik zie, ja, jullie zien het niet, maar ik zie hier iets lopen. Fantastisch. A en B. Ah, we hebben een mooie groep, zie ik wel. 71% is heel actief. Nou, ik moet zeggen, u scoort beter dan de selecte steekproef die ik gedaan heb in de zomer. Geweldig. De mensen krijgen het nu ook te zien. U ziet het merendeel gaat beide dingen doen en reïntegreren en gaat nog terugkijken. Nou, dat is mooi. Eentje die had ook van, ja, ik weet het niet, dus ik neem u toch even mee. Ik ga wat vragen.
En ik ga het NCVB vragen. En daar hebben we een helpdesk. Dan komt hij naar deze pagina. Daar staat hij. Voor het geval u hem nog niet had gevonden. Dan kun je een vraag stellen. En dan komt u bij dit scherm. En dan zie je, daar kun je een mooi invulschermpje hebben. En dan kun je je vraag stellen over, ja, heeft het nou met werk wat te maken, ja of nee? Maar dan staat helemaal rechts, tenminste bij mij rechts, een mooi scherm, een rijtje met allerlei aandoeningen. En dan denk je van, goh, ga er toch eens verder naar kijken. En kijk nou toch eens, zeg, daar staat een leuke. En daar staat blaaskanker door het werk, vraagteken. Dus daar is al eens een keer iets over uitgezocht. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Overigens, u krijgt alle presentaties later, dus dat kunt u ook rustig nazoeken. En wat staat daarin? Even in een nutshell. In 10% is blaaskanker inderdaad door het werk veroorzaakt. Althans, zo wordt dat verteld. En ja, het is niet altijd precies duidelijk welke stof het is. Het is soms ook een beroep. Dus daar is ook nog niet alles zo helemaal helder. Er staat ook een mooie tabel. En nou ja, dat ziet u ook, hè, bij schilder staat die dus aangezet. Maar wat dat precies is, dan weten ze dan nog niet zo. Rubber, ook zo mooi. Ja, en dan zie je wel iets met, ja, diesel, maar die staat dan in mogelijk. Ja, nou ja, dus dat is niet helemaal helder. En volgens mij ga ik dan weer uw visie vragen. Mijn verdere acties bestaan uit het verder uitzoeken naar werkoorzaken. Of ik ga dit niet melden als een beroepsziekte. U weet het al zeker. Joh, ik ga alleen maar die man helpen met reïntegreren. Of ik ga het ook nog melden als een beroepsziekte. U bent hard aan het stemmen, zie ik nog. Heel goed. Wauw, het is hier fantastisch om te zien. U bent zeer alert. We zitten al op 200. Nou. Oké, we gaan verder zoeken. Nou, ik heb voor u verder gezocht. Een aantal zegt ook trouwens, 12%, die heeft afgehaakt, die zegt ik ga dit niet meer melden, zeg maar. En ander zegt ik ga dit wel melden. Dus die zijn al klaar. We gaan nog even verder zoeken dan. Ik ben voor u bezig geweest naar een update te zoeken. En in 2018 staat er een mooie update van blaaskanker. En nou ja, daar ziet u het al een beetje. Helaas, ik heb ze omcirkeld rood. En dan ziet u dat diesel er weer in staat. En dan, ja, dan staat het onder, helemaal onder zo'n sterretje. Daar staat het, ja, dat het weer verdacht is. Dus daar kom je ook niet veel verder mee. Wat wel interessant is, daar staat ook de leeftijd. De gemiddelde leeftijd. En dan zie je dat die op 73 jaar staat. Deze man was jonger. En we weten ook, als dat dus een beetje afwijkt en een beetje eerder optreedt, dat er best een werkrelatie toch mogelijk zou zijn. Ik ben verder voor u gaan zoeken. En daar zien we een aantal studies. Daar hebben we geen relatieve risico's, maar odds-ratio's. En dan kijkt u er rustig eens naar doorheen. En dan ziet u een odds-ratio van 1,64, maar ook 2,45. Dat is dus een behoorlijk getal al qua bewijsvoering. Maar dan moet je dus wel een hoge expositie hebben gehad, zoals het er staat. Ja, en nou ja, dus laat zo zeggen, even aan indachtig de vorige spreker, als je wat meer over die blootstelling al zou weten, dan zou het misschien wel handig zijn als je daar in die categorie van een odds-ratio van 2,45 komt en je denkt, nou, hebben we toch al een mooi bewijs. Dit artikel eindigt van, nou ja, het kan best, maar heel ja, bewezen is het nog niet. Dus we zitten daar toch nog in zo'n tussenfase. Of niet? Ik wil graag uw visie hebben. Aan de andere kant, u heeft rustig kunnen kijken. Ah, het wordt nu spannend, zie ik. Dit is leuk. Als we nu bij paardenraces zouden zijn, dan zou je denken, de ene is, het is echt een close call. Ja. Het is niet te geloven, zeg. We zitten nu op 49,51. Laten we nog even doorgaan. Even de laatste mensen nog, als het kan. Kom op. Ja. Het verschil wordt groter. 4% is het verschil.
Ik kijk even naar boven. Zien de mensen het nu ook al of nog niet? Nog niet? Oh, laat het nog maar even staan dan. Even zo, 4%. Kunnen de laatste ook nog even hun best doen? Want het is zo weinig verschil dat het niet significant is, zou ik maar zeggen. Dat is ook een beetje lastig, hè? Of is dit gewoon de verdeeldheid van de groep, zou ik maar zeggen, dat ze het niet weten? Dat kan natuurlijk ook. Nou, wat gaat... Oh, ja, daar komt-ie. Nu zien de mensen het ook, denk ik. Het was... Ja, eerst zag ik dat mensen niet gingen melden. Die zat ver in vooruit. En de mensen die het toch gingen melden, hebben blijkbaar wat langer nagedacht. En het is een heel klein beetje meer, maar u ziet, het is een miniem verschil. Ik ga u even meenemen, want kanker en werk is natuurlijk best een lastig ding. Ik hou u nog even in spanning wat handig is in deze casus. Kanker heeft natuurlijk vele oorzaken. Kan het werk zijn, het kan ook gewoon de omgeving zijn. Het kunnen de genen zijn. En als we nou even naar kanker en blaaskanker kijken, dan zien we dat 50% van de blaaskankers verklaard worden door roken. Dat is dus best een groot getal, zal ik maar zeggen. Dat komt ook op mijn eerste opmerking, met een PM'tje, maar niet een kleintje. Roken doet heel veel in maligniteiten. Dus misschien ook voor u aandacht voor de preventie. Zeker ook als je weet dat roken met een bekend mutageen stof ook nog veel meer kan doen. Een hele bekende is bijvoorbeeld asbest en roken. Dan is het meer dan de som van de risico's. Ja, en dan we hebben we het al een paar keer gehoord. We hebben epidemiologisch onderzoek. Hoe vertaal je dat naar het individu? Dat is soms niet makkelijk. Dat is ook voor ons niet makkelijk. Maar daar willen we u graag ook in helpen. En wij gaan soms met een groep ook bekijken van wat is nou het meest aannemelijke? Dat is ook soms afwegen. Dat is niet alleen statistiek, maar ook wat is het meest aannemelijk? Want wat doe je nou met zo, hè, wat we net zagen, met een odds-ratio van 1,64 en dan niet significant? Wat moeten we daarmee? Een aantal mensen hebben dus ook bedacht van, dat doen we niet. Want meestal wil je dus risico's hoger dan 2 hebben om te zeggen van, ja, de statistiek kunnen we dat melden. En dan ja, nog wel een belangrijke en die raakt ook weer aan de vorige spreker. De blootstelling alleen naar de stof is niet voldoende. We willen iets hebben van de duur, de intensiteit, de latentietijd die je ook wil weten. Past dat er een beetje bij? En stel nou voor dat u deze had voorgelegd, dan kan het heel goed zijn dat we bij u terugkomen met een aantal vragen. Van, goh, toen hij daar in die garage was, hè, toen hij daar aan het knutselen was. Hoe zag dat werk er toen uit? Want deze man heeft natuurlijk niet het persoonlijk blootstellingsdossier waar de vorige spreker over sprak. Het zou mooi zijn, maar het is er nog niet. Maar de man heeft misschien wel heel veel te vertellen daarover. Dus als u ons vraagt, zullen we misschien dat soort vragen nu stellen. En u kunnen helpen, maar ook onszelf kunnen helpen om meer bewijs te krijgen in deze klinische casus. Of dit nou geschaard kan worden onder kanker, door het werk of niet. Je zag net dat er niet gerookt werd, dus dat was erg gunstig. Dat betekent dat daar al een belangrijke factor weg is gehaald. En misschien met wat rekenen en ook nog een keer wat verhaal van u, dat je dan heel goed kunt zeggen van dit is een kanker veroorzaakt door het werk. Dus, blootstelling. Wat weet u van de individuele blootstelling? Maar, dan ook nog een andere. Hoe bewaart u wat u weet? En nog belangrijker, hoe zorgt u dat die werknemer daar de historie ook bekend van blijft? Want dat is natuurlijk toch een dingetje. Ik begon net met een casus. 4 jaar is dat bedrijf bij u. Volgend jaar aanbesteding. Het kan zomaar zijn dat het dus een andere arbeidsdienst wordt. Of misschien een ZZP'er. Allemaal niet van belang. Maar wat gaat u nu doen om die meneer te helpen? Of andere werknemers? Heeft u daar al eens over nagedacht? Binnen uw bedrijf, binnen uw setting waar u werkt. Hoe doet u dat? Want dat is toch wel een belangrijk ding. Daarmee kunt u helpen en ook helpen om kennis te verspreiden en te aggregeren. Take-home message. Ik zou het heel prettig vinden als we niet alleen van gezondheid naar arbeid gaan
En gelukkig was deze groep daar al best een heel eind mee op weg. Maar ook omgekeerd kijken van, heeft de arbeid nou gevolgen voor de gezondheid? Dat is ons brede werkterrein. Ik geef toe, niet makkelijk. Niet makkelijk omdat het vaak technisch hobbels geeft. Niet makkelijk omdat de dagse praktijk veel meer drukt natuurlijk op van iemand moet reïntegreren. Verder, de etiologie is lastig. Latentietijd, epidemiologie, verstorende factoren. Geef niet, als het een probleem is, vraag ons erbij. Dan, er is die ondersteuning mogelijk. Helpdesk NCVB, gebruik hem. Zou mijn advies zijn. En dan, ja, vrij simpel. Het stoppen met roken, als u daar actief mee bent in de bedrijven, is een directe preventieve taak, denk ik. Kunt u heel veel dingen mee doen. En de laatste, heb aandacht voor de beschikbaarheid van het bewaren van werkblootstellingen. Want dat helpt ook om die etiologie goed te onderzoeken. Volgens mij ben ik hiermee aan het einde. Hartelijk dank. Wacht op dat we even in beeld komen. Ja, daar zijn we. Hartelijk bedankt, Willem-Pieter. Er waren geen vragen in de Q&A, maar ik heb ook even in de chat gekeken. Ik denk, dit is een aardige vraag, toch? Maar ben ik met chat. Vliegt er weg. Nee. Nou, blijkbaar duidelijk, hè? Ik had de vraag nog wel, maar ik zie hem niet terugkomen. Eén iemand vraagt, zou het handig zijn als je een instrument of een vragenlijst maakt voor de persoon om die blootstelling in kaart te brengen? Een soort gestandardiseerde vragenlijst. Zou kunnen, maar dat wordt al een hele brede vragenlijst, maar zou kunnen helpen inderdaad in zo'n arbeidsanamnese dat je die wat gestandardiseerd afneemt om die blootstellingen wat meer in kaart te brengen. Ja. En kan iemand dus ook helpen even wat eerder thuis te zoeken van hoe zat dat ook alweer als we bij het PMA kijken. Bijvoorbeeld zien we ook dat mensen fotootjes meenemen van oude van werkplekken die ze nog ergens hebben. Echt heel interessant, waardoor je ook een idee krijgt van hoe zag dat er toen uit en wat is de blootstelling. Klopt? Ja. Oké. Nou, het zeggen dat er geen vragen zijn, lokt vragen uit. Ik heb een aantal vragen. We gaan een beetje snel heen en weer gezien de tijd. Dus, ja. De eerste is, er is een 40-jarige bewaarplicht. Dit is voor veel systemen lastig. Ook het veranderen van baan. Kortom, waar zou dit bewaard moeten worden? Heb je daar ideeën over? Dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk, er is één persoon die altijd meeloopt bij met zijn werk, dat is de werknemer zelf. En dat is volgens mij het enige wat op dit moment zeker is. Er is natuurlijk nu ook zoiets als een persoonlijk gezondheidsdossier. En daar zou je iemand op kunnen attenderen dat hij dat bijvoorbeeld daar inbrengt op een of andere manier, waardoor het ook automatisch digitaal nog blijft hangen bij die persoon. Maar ik denk de persoon zelf is de meest aangewezen persoon die er ook trouw op kan, die het goed kan bewaren. Ik heb Engelse collega's wel eens gehad die zeiden van, je zou niet alleen een beroepsziekteregistratie moeten hebben of een ziekte, maar ook een blootstellingsregistratie. Misschien nog wat belangrijker, maar dat komt hier te delen meer. Eén vraag die hebben we net ook al een beetje gehad, maar ook weer aan jou. Als hij nou wel gerookt had, kun je dan überhaupt nog steeds een relatie met de werkgebondenheid? Ja, dat had ik al verwacht. Dat wordt natuurlijk een lastige. En het haakt weer aan de vorige aan. Daar zal vast wel wat mee te beredeneren zijn. Maar daar heb je dus ook meer gegevens van de blootstelling nodig. Want met zo een paar regeltjes over deze blootstelling kom je er niet. Dus dat wil je iets uit elkaar halen. En zeker als er dit soort dingen zijn, zul je dus ook meer van de blootstelling moeten weten om dat te differentiëren. Ik zeg niet dat het kan, maar je hebt wel meer mogelijkheid. Ja, en aanvulling zit ook met het expertisecentrum ook het nadenken hoe je dat moet beoordelen. Maar als je genoeg dosis-responsengegevens hebt, kan je ook modelschattingen maken en dan kan je corrigeren of apart voor rokers, niet-rokers stratificeren. En precies. Dan die, eentje is eigenlijk ook al beantwoord van hoe sla je dat goed op? Nou, misschien een uitsmijter. Wordt er al gewerkt aan een registratie van blootstellingen? Dat jij weet. Ik kijk jou aan, ik heb geen idee. Nee, hè? Op landelijk niveau, niet op deze manier, denk ik. Nee. Oké. Okay. Dan dank ik jou hartelijk. Graag gedaan. En dan ga ik vragen of mijn andere collega, Herman Bartstra, wil presenteren. Hartelijk welkom. Ik zou bijna zeggen casuïstiek deel 2. Ja. Ook bij de PMA NCVB. En ook deel van het taakpakket van Annette overnemend.
ik geef graag jou het woord. Oké, bedankt. En bedankt voor de uitnodiging. Ik hoop dat ik nog in beeld ben, want ik zie mijn eigen gezicht boven het beeld uitsteken. Hij wordt bijgesteld. Dat is een gevolg van mijn lengte, denk ik. Ik wil jullie graag meenemen in een project, gezondheidsvoorlichting bij blootstelling aan zwarte rook. Kennen we in deze regio ook, maar ook in de noordelijke regio, in het Eemsmondgebied, Delfzijl. Waar ik bij betrokken ben geraakt. En even kijken, ik probeer sheet 2 te krijgen. Maar misschien doe ik iets niet goed. Ja, want het zal je maar gebeuren met een elektriciteitsmaatschappij. En in de Eemsmond komt heel veel energie aan stroom binnen en wordt ook opgewekt. En je bent een verdeelstation ben je bezig uit te breiden. En daarvoor heb je een aantal contractors ingehuurd. Ja, dan is er ineens een plof bij een naburig bedrijf. En dan komt er een zwarte rookwolk overdrijven op 24 januari 2019. En de mensen ademen dat in. En dan worden ze ongerust. Want er is al iets bekend over die stoffen. En verder is er een... Dan komt er een vraag binnen bij het helpdesk, bij Annette. En eigenlijk is de vraag van, kunnen jullie ons helpen met gezondheidskundige advisering en voorlichting? Even kijken, dan doe ik iets niet goed. Want ik kom weer terug bij het begin en ik ga helemaal terug. Kijken of ik nou de juiste knop... Misschien kan iemand even ingrijpen, want ik heb niet de juiste touch. Ofwel? Ja, nu wel. Oké, ja, hoe gaan we dit probleem te lijf? Dat doen we eigenlijk met 6 stappen. Gert van Laan en Annette die hebben het Toxic Incident Counseling model beschreven. En dat doen we dan in 6 stappen. Je moet het probleem verder verhelderen. Dus je moet ook verhelpen, maar je moet ook verhelderen. Dan moet je naar het bedrijf toe en met management en arbeidsdeskundigen praten. Je moet vooral ook met direct betrokkenen, de mensen die het over zich heen kregen en het binnenkregen, praten. En daar vragen op gaan halen. En dan moet je in gaan lezen. Dat zijn 3 woordjes onder kopje 4. Maar dat is een heel uitgebreid gebeuren in de praktijk. Dan op een gegeven moment ga je alles afwegen en ga je starten aan je voorlichting. Waarbij je dan de vragen en zorgen probeert te adresseren van de betrokkenen. En heel belangrijk is om ook altijd af te spreken dat je individuele counseling biedt na afloop voor mensen die nog met vragen blijven zitten. Nou, bij de eerste stap waren de vragen van wat kunnen de gevolgen zijn van blootstelling op korte en lange termijn? En wat is blootstellingsrisico aan de kankerverwekkende siliciumcarbidevezels? Want het was bekend dat die in die zwarte rook zitten. Is het zinvol om blootgestelden een medisch onderzoek te laten ondergaan? Zo ja, dan wat voor onderzoek? En wat is er nog meer nodig? En wat zijn de beste beheersmaatregelen ten tijde van zo'n rookwolk die overkomt en het wordt blazer genoemd? Nou, eerst eens kijken van met wat voor proces hebben we hier nou te maken? We zien linksboven dat we silicium en koolstof aan elkaar kunnen koppelen met een proces. En het processchema staat linksonder. Eigenlijk moet je dan heel veel stroom en een hoge temperatuur er doorheen jagen. En dan krijg je een hele vaste verbinding. Die brok zien we eigenlijk in het midden onder staan. Dat is siliciumcarbide. Tussen heel hard en slijpvast. Dus je ziet rechts midden onder ook de toepassingen. Dus schuurpapier en slijpmiddelen. Rechtsboven zie je het proces in de praktijk. Het is eigenlijk een beetje een soort bovengrondse mijn die je ziet. Met een soort kern. Het is allemaal heel zwart. Het is eigenlijk een soort mini-ontploffingje die beheerst opgewekt wordt. En links zien we nog een soort dijkje met wat bedekkingsmateriaal om het af te dekken. Om het niet te veel in de omgeving te verspreiden. Het oogt een beetje als een soort bovengrondse mijn, dit hele verhaal. Als het grondwaterpeil te hoog is, dan gaat het mis en dan krijg je een grote ontploffing. En dan zien we die wolk daar rechtsonder, waar ook sneeuw ligt in de winter. En dan krijg je zo'n zwart-grijze wolk. En dat is zo'n blazer. Hier zijn wat plaatjes van de plaatselijke media. Scholieren met allemaal zwarte spikkels op het gezicht. Zwarte wolken
zwarte deposities in de sneeuw, zwarte spikkels op vooruit van een auto. En daar hebben de omwonenden al jarenlang, vragen ze daar al aandacht voor in die omgeving. En want als je dat ziet en dat spul komt langs en je ruikt een sterke rotte eieren geur, dan denk je van ja, wat krijg ik daar van binnen? En als daar kankerverwekkende stoffen in zitten, dan worden we onrustig. Daar willen we iets over weten. Nou, bij het bezoek daar ter plekke bleek dat er 20 medewerkers daar waren geweest en dat die ongeveer 5 minuten in die rook hebben gezeten. Hier zie je mij links op het plaatje in het verdeelstation waar alle stroom verdeeld wordt. En je ziet, ik heb allemaal foto's gekregen van de medewerkers die ze zelf toen gemaakt hebben. Direct na die blazer toen ze weer naar buiten mochten, toen het weer veilig was. En je ziet eigenlijk overal op die plaatjes die zwarte spikkels, die neerslag. En rechtsonder zie je de deur waardoor ze zichzelf evacueerden weer naar binnen. Dan is de vraag van wat hebben die mensen nou binnengekregen? Wat is de dosis? En dan moeten we eigenlijk even weer terug naar wat arbeidstoxicologische begrippen. Van die dosis die wordt bepaald door het risico. En het risico op zijn beurt weer door kans maal het gevaar. En eigenlijk willen we eerst eens iets weten over wat is nou het risicoscenario. En waar Willem Pieter het net ook over had, van wat hebben die mensen nou precies gedaan en hoe is het daar allemaal gebeurd? Nou, laten we eerst eens kijken van wat voor gevaarlijke stoffen, hè, wat is het gevaar, wat voor gevaarlijke stoffen zitten daarin? Die vallen uiteen in verschillende groepen, gassen, dampen en vaste stoffen. Ik noem er een paar. We hebben zwavelwaterstof. En die is verantwoordelijk voor die rotte eierengeur. We hebben PAX, die kunnen natuurlijk ook zorgwekkend zijn. En van de vaste stoffen hebben we dan zware metalen. En de siliciumcarbide, want die werd daar gemaakt bij het bedrijf, bij het buurbedrijf. En allerlei verschillende groottes van fijnstof. Nou, dat weten we allemaal omdat dat bedrijf, Elektrosmelts Delfzijl, daar geen geheim van maakt. En daar ook wel openheid van zaken geeft. En wat weten we daar verder van? Eigenlijk zeggen ze, nou, we hebben een soort diffuse continue emissies, dus een soort continue uitstoot. En we hebben die pieken en dat is als er zo'n ontploffing, zo'n blazer ontstaat. Nou, omdat de omwonenden daar al jaren ongerust over zijn, is ook de overheid bij betrokken. En ik neem jullie zo snel mogelijk daarmee doorheen, want daar kunnen we heel lang over praten en dat was ook heel uitgebreid. Want de TNO die heeft een paar jaar daar gemeten. Ze hebben 5 meetstations in en rondom woonkernen gestationeerd die vol continu aan het meten waren. Daaruit kwam een rapport van zo'n beetje 400 pagina's meetgegevens. Vervolgens is het RIVM gevraagd om daar iets te zeggen over de gezondheidskundige advieswaarden, grenswaarden en normoverschrijdingen. En de GGD van de provincie Groningen, die moest natuurlijk iets gaan zeggen over wat zijn nou hier de gezondheidsrisico's. En er zit een groen vinkje, dus eigenlijk hebben die geconcludeerd van voor die continue emissies zit het eigenlijk wel goed, is het eigenlijk wel veilig. Maar hoe zit het nou bij die grote ontploffingen, bij die piekblootstellingen? Daar kunnen veilige waarden overschreden worden. Maar we kunnen niet zeggen hoe groot dat risico is voor de omwonenden. Dus dat is wel redelijk onbevredigend voor de omwonenden. Wat zijn de gezondheidsklachten? Je kunt ze verdelen op korte termijn, op gezondheidseffecten en de lange termijn. Op de korte termijn kun je natuurlijk last hebben van stank en irritatie van die stoffen. En wat algemene verschijnselen van blootstelling. Maar de lange termijn, ja, dan moet je toch echt kijken naar die kankerverwekkende stoffen. En dan in specifiek die relatief onbekende stof, die siliciumcarbide vezels, die vrij kunnen komen. Wat is de route om het binnen te krijgen? Dat is inademing. En eigenlijk kan je daar gelijk al over zeggen, we hebben eigenlijk een heel goed verdedigingsmechanisme. Dus het is best lastig voor een vaste stof in een rookvorm om helemaal op longblaasjesniveau te komen. Omdat we juist een heel goed verdedigingsmechanisme hebben. Maar goed, het kan toch. En we zijn ook eens even gaan kijken van, goh, wat zit er nou voor siliciumcarbide eigenlijk in die rook? En dat heb ik geprobeerd in deze tabel weer te geven.
We hebben eigenlijk het grootste deel wat daarvoor komt zijn eigenlijk die korrels. Als ze heel groot zijn, dan zie je ze natuurlijk op zijn voorruit of op hun gezicht. Dat zijn zulke grote korrels, die ademen niet in. En de korrels die zijn instabiel, ze kunnen uit elkaar vallen in kleine delen. En ze zijn eigenlijk niet van zorg, want ze zijn niet kankerverwekkend. Maar rechts zien we een elektronenmicroscopische opname. Zien we dus allemaal korrels van verschillende grootte. Dan gaan we naar de tweede rij. Daar zien we de vezels. Er zijn meerdere soorten vezels, maar deze vezels zijn dan eigenlijk de vezels volgens de vezeldefinitie van de WHO. Die komen duidelijk minder voor, maar we weten niet precies in de percentages hoeveel minder. Onderweg kunnen die vezels nog vervallen tot zogenaamde niet-vezels, dus die niet meer voldoen aan dat criterium. Maar blijven ze wel aan dat criterium voldoen, dan kunnen ze mogelijk kankerverwekkend zijn. En zijn ze uit elkaar gevallen dan niet. En rechts zien we eigenlijk een soort verschillende soorten vormen in de elektronenmicroscopische opname. We zien een soort mikadootje, dus lange spikes, maar we zien ook wat korrelachtige structuren. Ja, en dan komen we eigenlijk bij de derde type vezels, de whiskers. Hebben een vaste vorm die niet meer uit elkaar valt. Ja, en daarvan zegt het RIVM, die zijn vergelijkbaar met het kankerverwekkende vermogen van asbest waarschijnlijk. En je ziet een soort mikado-achtige plaatje rechts. Verder kunnen er ook nog nanodeeltjes in voorkomen, maar die zijn waarschijnlijk heel weinig aanwezig. Dat is bijna niet meer te zien in het elektronenmicroscopisch plaatje. Maar goed, daar weten we niet zo heel veel van, maar waarschijnlijk zijn ze niet kankerverwekkend. En van die whiskers kunnen we nog zeggen van, waarom komen die nou zo weinig voor waarschijnlijk in die rook? Nou, die worden niet gemaakt. Dus die zouden hoogst als een soort bijproduct kunnen ontstaan. Want whiskers moet je eigenlijk met een heel ander soort proces maken en ook bewust maken. En dat komt in dit proces niet voor. Nou, we hebben een aantal arbeidstoxicologische knelpunten om tot verdere advisering en voorlichting te komen. Nou, ten eerste de overheid en al die data, die werken met grenswaarden voor omwonenden. En die werken dan, of die wonen daar 24 uur lifetime, zeg maar, worden die blootgesteld. De afstanden van de omwonenden zijn veel groter dan die werknemers in kwestie, want die zaten op 600 meter afstand van de bron. TNO heeft eigenlijk nooit een blazer goed kunnen meten in al die meetstations in al die jaren. En zeker de kern van zo'n blazer hebben ze niet kunnen vaststellen. Er zijn alleen de siliciumcarbidvezels samen kunnen gemeten worden, maar dus niet die afzonderlijk gevaarlijke delen waar we zo net naar hebben gekeken. En door te weinig data uit onderzoek heeft het RIVM geen grenswaarde voor de siliciumcarbidvezels kunnen vaststellen. En je moet ook nog rekening houden met een bepaalde windrichting. Want alleen als de wind uit een bepaalde richting komt, zitten de werknemers daar op die plek beneden winds. En kunnen ze blootgesteld worden. Nou, wat ook nog bleek, is dat de werknemers ook nog lang continu zijn blootgesteld. Namelijk 20 maanden, 5 dagen per week, waren ze werkzaam. Dan heb ik hier de eerste polvraag voor jullie over kankerverwekkende stoffen en grenswaarden. Accepteert de overheid bij het vaststellen van grenswaarden dat er een aantal extra kankergevallen door blootstelling aan chemische stoffen ontstaan? Dus accepteren we dat als overheid wel of niet? Nou, ik zie dat de mensen nog aan het invullen zijn, maar iedereen zegt, de overgrote meerderheid zegt ja. En dat klopt, dat zien we op de volgende sheet. Eigenlijk, als we deze stof moeten gaan vergelijken met het kankerwekkend vermogen van asbestvezels, dan bestaan daar normdaggemiddelde blootstellingswaarden voor. Die is 2000 vezels per kuub. En dan zien we hier ook gelijk voor werknemers het criterium, namelijk 40 jaar blootstelling gedurende 5 dagen per week, 8 uur per dag. En ook de afspraak die vanuit de Gezondheidsraad gemaakt is voor de overheid, namelijk we kunnen 4 extra gevallen van kanker op de 100.000 werkenden accepteren. Wanneer hebben we dan te maken met een normoverschrijding? Dat is als de daggemiddelde blootstelling boven die 2000 kuub uitkomt, of als dat additioneel kankerrisicogetal boven de 4 komt. En dat is belangrijk om even te onthouden voor het vervolg. Nou, er zijn ook oplossingen voor die knelpunten. We gebruiken dus grenswaarden voor de werkenden.
We zoeken de data die we kunnen vinden behorend bij die afstand van 600 meter. En er is iets bijzonders gebeurd, want er is een sneeuwspoor zeg maar gevolgd van die blazer van januari. En daar is een schatting op gedaan. En dat is een belangrijke data om mee te gaan werken. Verder zeggen we, nou, we kunnen toch al die vezels niet afzonderlijk meten. Weet je wat, we nemen een worst case scenario, vegen ze allemaal op één hoop en we gaan met alle vezels tegelijk werken. En we nemen zeg maar de grenswaarde of de risicowaarde van de riskers, dus de meest potentieel kankerverwekkende. Want RIVM zegt van ja, die is vergelijkbaar met amfibool asbest en dat zijn dus de bruine en de blauwe asbestsoorten. Verder hebben we nog de meteogegevens opgespoord en blijkt dat alleen bij oost-zuidoostenwind de medewerkers beneden winds werken en dus dan dat over dat station heen komt en die waait ongeveer 10% van de tijd. En we kunnen een worst case scenario gaan vaststellen voor zowel piek als continu blootstelling. Nou, hier zien we dan het kaartje van die sneeuwdepositie en de reconstructie. Rechtsonder zie je het bedrijf Elektrische Smelts, waar de explosie plaatsvond en de blazer vandaan kwam. En bij de zwarte pijl zien we dat station. En in de rode kern hebben de mensen gewerkt. En de schattingswaarde zou dan zijn 480.000 vezels per kuub. Dat is natuurlijk heel erg hoog. We hebben ook voor de continue concentratie iets gevonden. Rechts een wat lagere contourlijnen en links eigenlijk een meetstation die enigszins overeen kan komen met die plek. En die hebben dan 180 vezels per kuub. En dat ligt dus wat lager dan die norm die we zo net gezien hebben. En we hebben daar de windroos van de Meteo van 2019, maar ook van 2018 hebben we die opgezocht. En dan zien we dat die wind 10% van de tijd daar waait. En daar kunnen we mee aan de slag gaan. En dan heb ik hier polvraag 2 en 3 voor jullie. Denkt u dat op basis van de gegevens die dus nu zijn gepresenteerd bij de blazer in kwestie echt relevante blootstelling is geweest bij de mensen? Er wordt nog flink gestemd, maar de ja-stemmers zijn in de overhand, zie ik, 71%. Dan ga ik door de tweede polvraag te stellen. Hoe is het bij de continue blootstelling? Is daar relevante blootstelling geweest voor de mensen aan de siliciumcarbide vezels? 50-55% maar de nee-stemmers winnen toch wat met 54-55%. Oké. We gaan verder. Om een beetje gevoel bij deze materie te krijgen, heb ik nog een soort risicotabel opgespoord. En wat je daarboven ziet zijn de groene vakjes, dus dat betekent dat je veilig zit. Dus als je een verwaarloosbaar risico hebt en je zit dat één jaar lang vezels bij dat risiconiveau in te ademen, dan zie je dat er 1 per 100 miljoen mensen een extra kankerrisico heeft. Als je helemaal onderin gaat, dus niet voor niets rood gekleurd, dan zie je dat dat 1 per 10 is. Dat is handig om dadelijk te gaan vergelijken met de uitkomsten. Die onderste regel, dat onderste risicoregel, die komt overeen met 10 sigaretten roken per dag, levenslang. En ik dacht, ik neem dat wel even mee, want heel veel van die buitendienstmedewerkers roken, dus dat ze daar zelf ook eens een beetje over na gaan denken, wat daar het risico van is. Ik krijg nog even niet de vervolgdia in beeld. Ja, nu wel. We kunnen de risico's gaan bepalen met de formule die erboven staat. Omwille van de tijd ga ik daar niet op in. Maar we zien eigenlijk dat zowel bij continu als bij blazer dat daar een verwaarloosbaar risico uitkomt. Hè. 15 extra gevallen op de 1 miljard blootgestelde mensen. Dat is een getal van 8 cijfers achter de komma. En bij de blazer 1 op de 2 extra gevallen op de 1 miljard blootgestelde mensen, samen dan 17 op de miljard. Dus dat is heel laag. En in die voorlichting werden de mensen daardoor eigenlijk wel gelijk gerustgesteld. Nou, er was nog een vraag van, is medisch onderzoek zinvol? En dan moet je eigenlijk naar de eisen voor een screeningsprogramma kijken. Dat zijn er 6. Maar als we dat toepassen op deze casus en we kijken naar punt 3 en 4, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van ja, als je 30 jaar lang, want het is dan een beetje latentietijd,
röntgenfoto's moet maken, dan is de stralingskans daarvan groter dan die op die van kanker, die dus heel erg laag ligt. Verder, als je wel iets opspoort, dan is dat überhaupt al heel moeilijk bij punt 6. Je kunt ook niet zoveel doen. Dus je kunt eigenlijk wel opsporen, maar niet behandelen. Dus feitelijk zou je kunnen opsporen, dan is het ook nog een aankondiging van een vroege dood. Dus als je alle criteria op een rijtje legt, dan zeg je van het is niet zinvol om te gaan screenen. Wat is verder nodig? Willem-Pieter heeft het al genoemd. Het dossier 40 jaar bewaren. We hebben daar met de mensen in de zaal ook over gehad. Van hoe moet je dat dan doen? Want die hadden allemaal niet direct toegang tot een bedrijfsarts als contractor. Maar er kwamen mooie initiatieven uit. We hebben nog een hele participatieve sessie gedaan. Er was een soort toolbox ontwikkeld door het elektriciteitsmaatschappij Arbo-deskundigen van nou, wat moeten we nou doen? Ik zei nou, hou dat even vast. Want laten we ook de mensen daar zelf bij betrekken waar die mee komen als we ze eerst meenemen in deze materie, in de voorlichting. Nou, dat was een hele mooie sessie. Er kwam heel veel uit. Zowel voor de continue het werken daar als bij een blazer. En voor de blazer heb ik nog even weergegeven, maar kan er niet uitgebreid nu op ingaan. Dat was eigenlijk in een vogelvlucht deze casus in de praktijk. En ja, ik zelf vond het een hele goede praktijk van dit bedrijf. Want het was eigenlijk een bedrijf met enorm veel zorg voor zijn contractors die hij had ingehuurd. En die wilde gewoon al die zorgen en vragen wilden ze gewoon goed geadresseerd hebben. Dat was het verhaal. Dank voor de aandacht. Misschien zijn er vragen. Hartelijk dank voor deze mooie presentatie. Ik had één vraag in de Q&A, maar volgens mij heb je die wel beantwoord. Maar ik geef je toch graag de kans om nog even op in te gaan. Het verschil tussen die piekbelasting en meer de continue belasting. Van hoe beoordeel je dat? Is daar rekening mee gehouden? Eigenlijk in die formule kun je dus al die data invullen. Ik heb ze allemaal niet laten zien, want het is natuurlijk veel te uitgebreid. En dit is eigenlijk een hele uitgebreide casus die je met vogelvlucht behandelt. Maar je kunt al die data terug gaan rekenen. En natuurlijk heb je bij de piek een hele grote concentratie, maar een hele korte verblijfstijd. En bij dat continu heb je natuurlijk een veel langere verblijfstijd. Maar gewoon eigenlijk, ja, als je uitgaat van een worst case scenario, 180 vezels per dag gemiddeld, dat ligt al veel lager dan die 2000. Dus dan weet je eigenlijk al dat je heel laag uitkomt. Maar in die formule zie je dat dus ook terug in de uitkomst. Hè? Ja. Het is dus gewoon hele lage verwaarloosbare getallen. Ja. Maar je kunt er gewoon letterlijk aan gaan rekenen als je die aannames... Ja. Maar er is rekening mee gehouden. Ja, er is rekening mee gehouden. Ja. Wat mij opviel tot slot, eigenlijk is het een vorm van risicocommunicatie, van mensen bewust maken. Wij zijn zelf ook projecten daarmee bezig, maar meer mensen bewust te maken dat ze risico lopen, dat ze een actie ondernemen. Maar het zou je eigenlijk voor heel veel schadelijke stoffen willen doen. Zowel mensen richting actie brengen, als mensen die zich misschien onterecht zorgen maken. Hoe kijk je daar tegenaan? En gebeurt dat al vaker in de praktijk? Want dit is echt een project. Wat je hebt dit is echt een project. En we zijn natuurlijk ook hiervoor. Het is echt een good practice. Dat is best wel zeldzaam. Ik denk überhaupt voor... Zo'n groep contractors, die wordt ergens weer ingehuurd en het zijn vaak zelfstandigen. Dat zo'n bedrijf daar dan aandacht voor heeft, is wel bijzonder. Hè? Dus dat zit ook wat Henry heeft laten zien in de koplopers, hè? Die willen en die kunnen. Ja. En wat wij ook bij de PMA natuurlijk heel veel zien bij individuele gevallen, is dat je juist aan die kant zit van we kunnen niet en we willen niet. En de werkgever wil er ook geen aandacht voor hebben. En mensen zitten in erbarmelijke arbeidsomstandigheden. Ja. Ik hoop dat we met het nieuwe initiatief, met het Landelijk Expertisecentrum, ook een beetje die groepen, ook grote groepen gaan selecteren, waarbij er ook best wel risico's zijn. En dat we dan op weg kunnen gaan om met ook alle stakeholders en misschien met branches, maar misschien ook wel een beetje met de verplichting vanuit de overheid of de inspectie, dat we toch kunnen kijken of we daar de risico's kunnen communiceren. Ja. Ik heb een beetje beantwoord, denk ik al. Dit is een koploperbedrijf, maar wat is er bij dat koploperbedrijf wat ook misschien voor die middengroep zou kunnen werken? Of zijn er andere barrières of stimulatoren? Wat helpt is, ik denk dat het altijd helpt als je dit soort dingen bekend maakt en groot aanvliegt. Ja. Zodat er ook vanzelf vragen vanuit de werknemers of de omgeving of de branche komt. Ja. Want dan hoeven wij zeg maar meer in te koppen. Ja.
Dat is natuurlijk ooit met de schilderziekte ook gebeurd. Er werden kamervragen gesteld. Je ziet natuurlijk ook programma's als Sembla die dat soort vragen. En dan krijgen wij weer vragen van de overheid. Van hoe zit dat nou? En, dat zijn cycli die we eigenlijk moeten zien te benutten. Om die hele grote populaties at risk voor toch de hedendaagse risico's wel te gaan benutten. En zelf vind ik het heel mooi als je eenmaal ook met de mensen in de zaal bent en je doet participatieve sessies, dat mensen zelf ook snappen wat ze kunnen doen. Ja. Of juist niet moeten doen of moeten laten. En, want je kunt allemaal regels op gaan stellen, maar als mensen dat internaliseren, dan gaat het echt werken. En dat merkte je in deze casus ook heel erg goed. Dank voor het mooie uitleg. Oké, graag gedaan. Dan komen we tot het slot van deze Heijermanslezing. En al een paar keer aangekondigd, bijna tromgeroffel, Annette Lenderink, aan jou de eer om deze lezing af te sluiten. En vooral de combinatie tussen jouw enorme kennis op het gebied van arbeidsgeneeskunde, signalen van nieuwe risico's, maar ook die journalistieke insteek, heel ervaren. Ik ben heel benieuwd aan jou het woord. Dank je wel. Beste mensen, ik hoop dat jullie het nog volhouden aan de andere kant van de computer. Want mijn eigen ervaringen de afgelopen jaren met Zoom-meetingen, ook al zijn ze nog zo interessant, het valt niet mee om je gedachten uiteindelijk erbij te houden. Ik heb over deze lezing natuurlijk al heel lang kunnen nadenken, want al vorig jaar, eind vorig jaar had ik al besloten dat ik dit jaar het laatste jaar zou zijn dat ik voor het NCVB zou gaan werken. En dan zijn er allerlei manieren waarop je het kunt afsluiten. Je kunt terugkijken, je kunt vooruitkijken. Ik heb dat al aangekondigd als blik op de toekomst. Nou, misschien niet. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om toch een soort persoonlijk verhaal te maken, waarin ik mijn eigen arbeidscarrière daarop terugblik en kijk welke lessen ik daar zelf uit geleerd heb en waarvan ik vind dat anderen daar misschien ook hun voordeel mee zouden kunnen doen. Maar ik begin natuurlijk even met een belangrijke dia over de disclosure. Ik heb geen belangen bij het onderwerp van dit symposium, van deze conferentie. En ik heb ook geen plaatjes gejat. Als er geen bronvermelding bij het plaatje staat, dan heb ik de foto zelf gemaakt. Mijn werk en ik. Ik zal er heel kort over zijn. Ik heb geneeskunde gestudeerd in Groningen. Ik heb tijdens de opleiding heel lang gedacht, wat ga ik hierna doen? Mijn belangstelling is altijd heel erg breed geweest. Dus mijn plan was om huisarts te worden. Maar op dat moment, 1982, kon je niet toetreden tot de huisartsenopleiding. Daar zat een wachttijd op van 2 jaar. Dus dat betekende dat je eerst iets anders moet gaan doen. De meeste mensen gingen richting sociale geneeskunde, consultatiebureau, jeugdarts, dat soort zaken. Maar ik heb gekozen, mede omdat ik al een stage had gedaan bij de NK in Emmen, voor de bedrijfsgeneeskunde. Tijdens die stage heb ik al kennis gemaakt met Terke Paul. Hij is hier al een paar keer voorbij gekomen. Ik realiseerde me vanmorgen toen ik hier naartoe reed, dat dat van alle mensen die hier zijn en wellicht ook in het land degene is die ik het al het langst ken, langer dan mijn echtgenoot zelfs. En bij hem heb ik eigenlijk meteen al geleerd om het vak te bekijken vanuit de hoek van de patiënt, maar ook vanuit de wetenschap. Want we hebben al in dat eerste stageproject een onderzoek gedaan in het bedrijf, op de garenafdeling. En later, toen ik daar ging invallen, hebben we samen gewerkt aan een artikel over cadmium en hoge bloeddruk. Zonder computers, met een rekenmachine. Het viel niet mee, maar het is gepubliceerd in het TBV. Omdat ik al ervaring had opgedaan door die stages en dat invallen, ben ik ook een half jaar als invaller in Wolvenga en Heerenveen aan de slag geweest. Daar heb ik allerlei bedrijven van binnen mogen zien. Melkfabrieken, busfabrieken, veel voor bouwvakkers gewerkt. En dat gaf mij een kleine voorsprong bij het zoeken van een baan. En ik ben daarna al vrij snel terechtgekomen bij de bedrijfsgezondheidsdienst Midden-IJssel in Deventer. En ook daar heb ik ontzettend veel verschillende bedrijven gehad en veel ervaring opgedaan als bedrijfsarts. Ik heb er ook de opleiding mogen doen van 84 tot 86.
Waarom dan toch op een gegeven moment een avondopleiding bedrijfsjournalistiek volgen? Nou, dat had wel te maken met het feit dat het werk van de bedrijfsarts begin jaren 90 begon te veranderen. Er kwam veel meer aandacht voor verzuimbegeleiding. En de bedrijfsarts werd eigenlijk een beetje terug naar de spreekkamer gedrongen. En kon niet meer, zoals ik daarvoor echt gewend was, veel op de werkplek vertoeven. Ik vond dat minder leuk. En ik vond het wel heel leuk om te schrijven over het vak. Dus ik heb die avondopleiding gedaan en in 1996 de stap genomen om uit de bedrijfsgezondheidszorg te gaan en als freelance journalist met mijn eigen bedrijf Prescription te schrijven over het vak. Want ik schreef vooral voor bladen, vakbladen, maandblad arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld, van de arbozorg, maar ook vanuit aanpalende disciplines als personeelszaken en veiligheidskunde. In 2003 is mij gevraagd of ik de website van het NCVB wilde helpen moderniseren. En dat heb ik eerst als freelancer gedaan. En uiteindelijk ben ik ook betrokken geraakt bij KISA. Dus bij de infectieziektenwebsite. En uiteindelijk in 2005 in dienst gekomen van het NCVB. Met als belangrijkste aandachtsgebied op dat moment de kennisoverdracht. Later, toen mijn oud-collega's Van der Laan en Paul met pensioen gingen, heb ik een groot deel van hun taken overgenomen en ben ik vooral me gaan specialiseren in chemische stoffenblootstelling, kanker en werk en vooral ook de nieuwe risico's. Want wat is een groot voordeel van werken bij een academische instelling als het NCVB of het Cornell-instituut? Dat is dat je kunt meedoen aan onderzoek en dat je kunt meedoen aan nationale en internationale kennisuitwisseling. En een van de dingen waar ik heel veel voldoening uit heb gehaald tijdens mijn carrière was het deelnemen aan ModderNet's netwerk. Jullie hebben er al het een en ander over gehoord. Ik kom er straks ook nog even op terug. Verkeerde knopje. Waarom wil die niet verder? Oh, ja. Oké, dat was een beetje snel, maar de reden waarom ik uiteindelijk... Oh, hoe gaat die? Automatisch, dat is niet de bedoeling. Zo. De reden waarom ik uiteindelijk gekozen heb om in de bedrijfsgezondheidszorg te blijven en niet naar de huisartsgeneeskunde over te stappen, was met name de veelomvattendheid van het vak. Het is een vak waarin je je eigenlijk in principe met alles en nog wat kunt bezighouden. Het gaat over de fysieke werkomgeving, waar je met chemische stoffen of met lichamelijke belasting of met trillingen je kunt bezighouden. Het gaat ook over de mensen die erin werken, met al hun kwalen en problemen. En het gaat ook over de onderlinge relaties. Apart aspect is ook nog dat je gemakkelijk terechtkomt in een belangenverstrengeling tussen werkgever, werknemer en wellicht je eigen opvatting, maar dat is iets wat het ook een uitdagend vak maakt. Ik heb al die tijd ook graag geprobeerd om nieuwe dingen, elke keer weer nieuwe dingen te ontdekken en voor mezelf ook te doorgronden. Vandaar deze boeken. Bij ons thuis was het vroeger zo dat als we iets niet wisten en dat kwam in een gesprek ter sprake, dan rende er iemand naar boven om een woordenboek of een encyclopedie of iets dergelijks op te halen, omdat op te zoeken. Dat zoeken we op, was bij ons een gevleugelde uitdrukking. En tenslotte is het ook een vak waarin je verhalen mag maken. Dit is een verhalend verteller bij de Lappen in Noord-Noorwegen. Maar een verhaal is iets met een begin, een midden en een eind. Het brengt informatie in een begrijpelijk verband bij elkaar en het helpt mensen verder. En dat is iets wat mij enorm aansprak. En uiteraard ook iets wat in de journalistiek belangrijk is. Ik heb deze voordracht genoemd 5 W's en 1 H. En die komen uit de ambachtelijke aanpak van de journalistiek. Namelijk, in elk goed journalistiek verhaal heb je een wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Dat zijn de dingen waar je op moet letten als je een goed stuk schrijft. Dat valt nog niet mee. Ik ben heel dankbaar dat ik geduldige eindredacteuren heb gehad tijdens de periode dat ik journalist was. Want dat is echt iets wat je onder de knie moet krijgen.
Een goed verhaal heeft al die dingen in zich. En een goed verhaal is niet per se een spannend of een boeiend verhaal, maar een goed verhaal is een verhaal wat klopt. Wat een begin heeft, een midden en een eind. En iets verklaart of iets oplost. Als je nadenkt over de overeenkomsten tussen de journalistiek en de geneeskunde, dan zijn die er best wel. Wij verzamelen informatie in de geneeskunde door mensen te spreken, door informatie van mensen te betrekken. En we kijken ook in documenten of in uitslagen van testen. Dus we verzamelen net als journalisten informatie uit menselijke en documentaire bronnen. Net als in de journalistiek je de vijf W's en een H nodig hebt, moet je zorgen in de geneeskunde dat voordat je een diagnose kunt stellen, dat je alle relevante informatie hebt opgezocht. En dat moet je samenbrengen tot een samenhangend verhaal. Een verhaal waarmee de klacht van de patiënt verklaard kan worden. Een verhaal waarmee de dokter verder kan. En dat moet je vervolgens ook nog communiceren met mensen die misschien niet jouw taal spreken. Net als de journalist moet schrijven voor zijn lezers, moet de dokter communiceren met leken, met patiënten. En soms moet je dieper graven. We hebben daar vandaag al best een aantal voorbeelden van gehoord. En dan heb je of nader medisch onderzoek nodig, of onderzoeksjournalistiek als je het in die tak van sport zoekt. Ik heb hier een aantal voorbeelden en ik wil graag van jullie weten of je ja dan nee vindt of dit een beroepsziekte zou kunnen zijn. Dit is het eerste. Een medewerker is belast met de controle van ovens in een metaalbedrijf. Krijgt problemen met zien. Hij heeft beginnende staar. Kan dat door het werk komen? Nou, ik zie al dat het enorm mooi oploopt. En dat jullie dit heel goed begrepen hebben, want ja, inderdaad, door blootstelling aan infrarode straling is het mogelijk om staar te krijgen. De volgende vraag. Een treinmachinist komt op uw spreekuur en klaagt over herhaald optredende duizeligheid op bepaalde ritten. Hij denkt zelf dat het wordt veroorzaakt als hij een tunnel passeert met zijn trein. Kan dat kloppen? Ligt de oorzaak in zijn werk? Ook hier lopen de meningen ietsje meer uiteen als de vorige keer, maar het lijkt er toch op dat de meeste mensen voor ja kiezen. En ze hebben gelijk. Dit is een casus die we in Signaal hebben onderzocht met Belgische collega's samen. Het ging over een bepaalde treincabine waarin de luchtdruk werd gehandhaafd op een bepaald systeem, maar die werd vaak uitgezet. En als je dan door zo'n tunnel rijdt, zijn er luchtdrukverschillen en ons evenwichtsorgaan reageert daarop. En de derde is, een medewerkster van een koffietentje krijgt pijn in de schouder en dat blijkt dat zij een sleutelbeenbreuk heeft. Ze heeft echter geen ongeval gehad. Denkt u dat dit door haar werk kan komen? En nu kan ik echt zien of jullie meelezen met mijn bijwerkingen van werk, want daar staat deze casus op. Nou, nog niet iedereen. En hier zijn de meningen echt wel verdeeld. Ze zitten nu op 57 ja en 42 nee. Maar het is ja. Het aandrukken van de koffie door het espressoapparaat heeft er bij deze mevrouw, omdat ze dat heel vaak deed op een dag, toegeleid dat zij haar sleutelbeen heeft gebroken. Goed. Dit plaatje hebben we ook al eerder gezien. Als je vanuit het perspectief van de bedrijfsarts naar een beroepsziekte kijkt, dan heb je dus te maken met ziekte. En je hebt te maken met een blootstelling of meerdere blootstellingen. En je hebt te maken met een werksituatie. En bij nieuwe risico's kan elk van deze zaken nieuw zijn. Waarom gaat hij niet verder? Oké. Het redeneren in deze gevallen is, daar hebben we ook al eerder een voorbeeld van gezien, eigenlijk kun je dat aanduiden als deduceren. Je gaat uit van twee feiten, of van twee aannames, maar liefst natuurlijk feiten, en daar trek je een conclusie uit. Asbest veroorzaakt mesothelioom. Bij de productie van golfplaten wordt asbest verwerkt. Dat betekent dat werknemers in het bedrijf een hoger risico lopen op een mesothelioom.
Daarvoor, voor dit deduceren, zijn talloze nuttige hulpmiddelen beschikbaar. We hebben bijvoorbeeld veel aan heldere klinische gevalsbeschrijvingen. We hebben veel aan de samenvattingen van wetenschappelijke onderbouwing, dus de reviews of de registratierichtlijnen. Die vallen dan onder de criteriadocumenten. De NCW maakt voor de meest voorkomende beroepsziekten die samenvatting van de wetenschappelijke onderbouwing en maakt leidt daar criteria uit af. En je kunt ook gebruik maken van lijsten van beroepsziekten. Deduceren is vooral handig om vast te stellen of we te maken hebben met een bekend risico, want daar zijn ze op gebaseerd. Ik noem dat even bekende of oude risico's. Volgende dia. Ik doe het niet meer. Ja. Nog even tussendoor. Het belangrijkste instrument wat de NCWB heeft ontwikkeld voor het vaststellen van beroepsziekte is natuurlijk het zesstappenplan. Ik veronderstel dat voorlopig maar even als bekend. Je stelt de diagnose. Je zoekt in de literatuur of er bewijs is voor een verband met de blootstelling of met de werksituatie. Je kijkt of de relevante blootstelling is. Zijn er alternatieve verklaringen? Weeg alle informatie, beslis en meld eventueel. En kijk welke interventies en preventie mogelijk is om You Never Walk Alone de andere mensen te beschermen tegen het krijgen van deze aandoening. Zoals ik al zei, bekende risico's of oude risico's, maar ook daar zit weer heel veel verschil in. Een oud risico zie je hier op dit plaatje. Dit is de zogenaamde Fossey jaw. Dat is een beroepsaandoening die ontstond in de luciferindustrie, toen er in de koppen van de lucifer nog fosfor werd gebruikt en de vooral meisjes die daar werkten om die luciferkopjes in de fosfor te dopen, kregen daar een kaaknecrose van. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar het was wel een veel voorkomende beroepsziekte. Je zou zeggen, dat komt niet meer voor. Maar het is de afgelopen jaren toch een paar keer weer gezien, omdat in een aantal medicaties bifosfonaten zijn verwerkt. En als je daar te veel, te lang van gebruikt, dan kan het ook het risico met zich meebrengen dat er osteonecrose optreedt. Dat is dan geen beroepsziekte, maar wel dezelfde combinatie van blootstelling en gevolg. Er zijn veel voorkomende risico's. Nou, daarover zijn heel veel registratierichtlijnen beschikbaar, dus daar weten we best veel over. Maar er zijn ook vergeten risico's. Dat zijn risico's die in het verleden bekend waren. We hebben ook al een voorbeeld van voorbij zien komen met een artikel uit 1952, maar die we eigenlijk weer vergeten zijn en die nu zich weer voordoen als nieuw risico. En er zijn zich verplaatsende risico's. Ook daar hebben we al een paar voorbeelden van gezien. Bekende combinaties van blootstelling en ziekte die in nieuwe werksituaties onbekend zijn en daar toch weer problemen veroorzaken. En dan zijn er nog nieuwe inzichten in bekende risico's. Ik weet nog dat ik in mijn studie leerde dat de maagsfeer vooral door stress kwam. Maar inmiddels weten we dat infectie met de Helicobacter-bacterie een grotere rol speelt dan die stress. Dus dat over oude risico's valt ook nog steeds veel nieuws te leren. En dit is een voorbeeld van een artikel uit 1967 van Zielhuis. Dat gaat over haarlak en longafwijkingen. En in onze signaaltool hebben we een aantal jaren geleden ook een geval gemeld gekregen van een longaandoening bij een kapster die heel veel werkte met haarlak. Dus dat is een voorbeeld van zo'n vergeten risico. Dit zijn nog een paar voorbeelden uit de afgelopen jaren, maar er zijn er al een aantal van voorbijgekomen. De silicose bij het zandstralen van spijkerbroeken. Astma door isocyanaten, bijvoorbeeld bij kunststof-gipsverband. Talcose is ook al voorbijgekomen door het inademen van talk in de hagelslagproductie. En een melding die we nog kregen bij signaal was van iemand die professioneel saxofoon speelde en ook les gaf en daar glaucoom bij had opgelopen. En de oogarts kon heel mooi aantonen dat die verhoogde druk die ontstaat in je lichaam bij het spelen van het muziekinstrument de glaucoom verergerde. Wat is nou het probleem met die nieuwe gezondheidsklachten door werk? Nou, heel vaak
is al een beetje genoemd, bijvoorbeeld bij het aerotoxic syndroom, heb je wel symptomen en verschijnselen, maar is er geen klinische diagnose. Er is dus ook geen zekerheid over de oorzaak, of misschien oorzaken. En er zijn heel weinig blootstellingsgegevens. In de literatuur kun je zoeken, maar er is zelden of nooit echt veel onderbouwing te vinden. En in het meest vervelende geval is er ook geen biologisch plausibel verband tussen de klachten en de blootstelling. Althans, geen verband wat op dat moment al verklaarbaar is. Wat moet je dan? Dan kom je niet zo ver met deduceren. En dan moet je eigenlijk gaan induceren. En ik wil het laten zien aan de hand van een voorbeeld van een mevrouw die bij mij is geweest toen ik voor het Solvent Team werkte in 2015. Het was een cashière en die meldde zich met cognitieve klachten. Wat was er gebeurd? Dat was een mevrouw die in een winkel werkte. Ze was 44, had geen chemische blootstelling in het werk in die winkel. En in september 2014 was er buitenschilderwerk van de winkel in voorbereiding. En daarbij werd de voorgevel besproeid met antispinnenspray, terwijl de deur van de winkel openstaat. De spray waait naar binnen en deze mevrouw en een collega van haar krijgen acuut klachten. Wat was dat nou voor blootstelling? Het was een eenmalige blootstelling aan antispinnenspray. Wat we ervan weten is dat het waarschijnlijk een product is geweest van Yachticon. Dat is ook in de boterbouw wordt het veel toegepast. Het bevat een bestrijdingsmiddel, dat is permetrine in de aangegeven dosering. En nog een middel om de werking van die permetrine te versterken. En de exacte samenstelling weten we niet, want het is eenmalig en er zijn geen metingen verricht. En de concentratie weten we ook niet precies, maar dat was de enige chemische blootstelling die op dat moment optrad. Wat had die mevrouw voor gezondheidsklachten? Nou, kan je hier zien. Hoofdpijn, vieze klachten, een dikke tong, prikkelende tong. Misselijk, hartkloppingen, ze had het koud, dus ze was algemeen onwel. Ook de collega's hadden last van een tintelende tong, maar niet die andere ernstige klachten. En als EHBO zijn ze in de frisse lucht gebracht en daarna naar huis gebracht. Maar er is geen directe medische hulp gezocht. In de voorgeschiedenis heeft deze mevrouw eigenlijk geen bijzondere aandoeningen, met uitzondering van af en toe een migraineaanval. Ze komt na 6 maanden bij het Solvent Team, omdat haar klachten niet overgaan. En die gezondheidsklachten bestaan uit het volgende. Het zijn eigenlijk cognitieve klachten. Ze heeft moeite met lezen en met begrijpen van wat ze leest. Ze heeft woordvindproblemen, moeite met getallen. Haar geheugen is niet goed meer. En ze heeft dus ook problemen met de concentratie en met plannen. Bijvoorbeeld koken, de volgorde waarin de dingen moeten worden gedaan. Daarnaast heeft ze spiertrillingen in handen en benen. Is erg moe, geen eetlust en heeft ze gewicht verloren. En haar stemmingsklachten zijn dat ze emotioneler is geworden, onvoorspelbaar in de emoties, depressiever en vaak een zeurende hoofdpijn heeft. 8 allemaal klachten die bij het Solvent Team heel gebruikelijk naar voren komen bij blootstelling aan oplosmiddelen. Het beloop in het afgelopen half jaar, ze is op eigen verzoek uiteindelijk wel naar de longarts en de neuroloog verwezen. Maar daar komt eigenlijk uit alle onderzoeken die zijn uitgevoerd, komt niks uit. De verklaring die er na afloop van die consult is gegeven door de neuroloog, die zei dat het een traumatische ervaring van de hersenen was. En de huisarts noemt het een posttraumatische stressreactie. En daar wordt dus de verklaring gezocht in de psychologische reactie op dit incident. Ze heeft geprobeerd het werk te hervatten, dat is niet gelukt. Ze probeert gezond te leven en zichzelf cognitief uit te dagen. En de klachten zijn in elk geval de afgelopen maanden niet meer verergerd, maar ook niet voldoende verbeterd. In dit geval kunnen we dus niet terecht bij deductie, want er zitten te veel aannames in wat we weten. We hebben een individu met cognitieve problemen. We hebben een eenmalige blootstelling aan een mogelijke hoge dosis antispinnenspray. En dan, daaruit kunnen we de hypothese
opmaken dat pyretroïde, permetroïne, een mogelijke oorzaak is. Maar is dit nou een nieuw werkgerelateerd risico? Als we proberen een toxische encefalopathie vast te stellen, een chronische of een acute, dan hebben we 5 pilaren voor de diagnose. In de eerste plaats moeten de klachten passen bij de blootstelling. Er moet een relevante blootstelling zijn. Het beloop moet zodanig zijn dat de klachten niet mogen zijn begonnen voordat de blootstelling begon. En dat het beloop is dat als de blootstelling beëindigd is, dat de klachten dan niet verergeren. Er worden afwijkingen gevonden bij neuropsychologisch onderzoek en er zijn geen andere verklaringen te bedenken. Wat weten we over de blootstelling? De klachten die onmiddellijk na het incident zijn ontstaan passen bij een relatief hoge blootstelling. Als je leest over intoxicaties met pyretroïden, dan vind je eenzelfde klachtenbeeld. Dus op grond daarvan zou je kunnen aannemen dat de blootstelling hoog is geweest. Van zo'n pyretroïdevergiftiging wordt aangenomen dat het een goede prognose heeft. Maar er is heel weinig literatuur wat ingaat op de late gevolgen van zo'n vergiftiging. Er is wel een artikel uit Duitsland, uit 1999, waarin een aantal gevallen worden beschreven die heel erg lijken op het geval zoals ik het hier heb gepresenteerd. En er is een artikel wat ingaat over mogelijke individuele gevoeligheid voor pyretroïden. Dan het neuropsychologisch onderzoek. Wat hebben we gevonden bij onze testbatterij? Er zijn afwijkingen op de snelheid van informatieverwerking, de reactiesnelheid en de selectieve en volgehouden aandacht. En er zijn geen afwijkingen op de andere deelgebieden. Er zijn ook geen aanwijzingen voor psychopathologie. En onze conclusie is, omdat het een beeld is wat we ook wel zien bij oplosmiddelen, dat hier wel degelijk te maken zouden kunnen hebben met een acute, in dit geval acute, toxische encefalopathie. En dat doen we dan, die conclusie trekken we dan op basis van de passende relatie in tijd en klachten, de blanco voorgeschiedenis. En er moet wel bij worden opgemerkt dat er dus weinig onderbouwende literatuur is om die harde conclusie te trekken dat het echt gaat om late gevolgen van eenmalige blootstelling. Maar gezien de geleidelijke afname van de klachten en de niet meer bestaande blootstelling, lijkt ons de prognose op termijn goed. Er zitten nogal wat aannames in. Dat is het probleem bij nieuwe risico's. Je kunt, het begint met het herkennen van een signaal. En dit vind ik altijd wel een mooie definitie van een signaal. Een signaal is al een hypothese over een mogelijke relatie tussen blootstelling en gezondheidsprobleem. Dat is onderbouwd met data en argumenten, maar dat verder getest moet worden. Nicole Palmer heeft laten zien hoe we de signaal van signaal herkennen via signaal versterken naar verder onderbouwen van een signaal gaan. En dat is allemaal nog nodig voordat je er iets over kan zeggen. En deze twee grote mensen, Louis Pasteur en Johan Cruijff, hebben dat ook al opgemerkt. Dat je alleen een signaal kunt opmerken als je het vakgebied voldoende kent. Als je voldoende weet wat gebruikelijk is. Dan pas ga je zien wat er afwijkt. Dus in de fields of observation is chance favors only the prepared mind. En je gaat het pas zien als je het doorhebt. Dat zijn ware woorden als het gaat over het opmerken, het alert zijn op nieuwe signalen. En verder moeten we ons realiseren dat de geneeskunde een vak is waarin we hele dagen werken met onzekerheden en waarschijnlijkheden. En dat we die waarschijnlijkheden ook nog weer met elkaar kunnen vermenigvuldigen om te kijken of het inderdaad oplevert wat we denken dat het oplevert. Er was in de 14e eeuw een monnik, Ockham, die al zei, ga voor de simpelste oplossing. Als iets eruit ziet als een eend en zwemt als een eend en kwaakt als een eend, dan is het waarschijnlijk een eend. Hoe minder aannames je nodig hebt en hoe meer feiten je kunt inbrengen voordat je je conclusie trekt, hoe waarschijnlijker de uitkomst is. Maar er zijn ook zwarte zwanen. En Taleb heeft daar een mooi boek over geschreven, over het hoogst onwaarschijnlijke.
Zolang je alleen maar witte zwanen gezien hebt, kun je zeggen van er zijn alleen maar witte zwanen. Maar op het moment dat je een zwarte zwaan ziet, weet je dat dat niet waar is. En er zijn dingen die onwaarschijnlijk zijn, maar toch gebeuren. En in wezen kun je de coronapandemie hier ook als een voorbeeld van zien. Al jaren werd er gezegd van er kan een keer een pandemie ontstaan doordat er een infectie, een bacterie of een virus overspringt van dieren op mensen. Maar we hebben ons daar eigenlijk onvoldoende op voorbereid. Terwijl de impact, als het eenmaal gebeurt, enorm groot is. En we hebben er elke dag mee te maken. Dus we moeten leren leven met waarschijnlijkheden en onzekerheden. En ook het hoogst onwaarschijnlijke komt af en toe voor. Dat brengt mij bij de arbovigilantie of het opsporen van bijwerkingen van werk, zoals wij dat binnen Moldenet vaak noemen. Dat is een geheel van wetenschap en activiteiten gericht op het opsporen, beoordelen en begrijpen van eventuele nadelige effecten van werk op de gezondheid, met het doel om dit nadelige effect uiteindelijk te voorkomen. Nou, vandaag zijn vele voorbeelden van waar dat allemaal over kan gaan de revue gepasseerd. Ik wil even terug naar waar de journalistiek naar voren komt als het gaat over het werken in de arbovigilantie. Terug naar de 5W en 1H. En ik doe dat aan de hand van een voorbeeld waarvan ik vind dat het een van de mooiste voorbeelden is over het opsporen van nieuwe risico's en alles wat daarbij komt kijken. En het begint met de wie. Het gaat over varkensslachters met neurologische klachten. Het speelt in 2006. En we hebben te maken met Spaanstalige arbeidsmigranten. Die werken in Minnesota, in de varkensslachterij. En bijvoorbeeld Juan Hernandez van 38. Die werkte sinds 4 maanden. En sinds enkele weken krijgt hij steeds meer moeite met lopen. En pijn in rug en benen. Hij maakt zich daar zorgen over. En zeker op het moment dat hij niet meer uit bed kan komen. En eigenlijk verlamd is en op dat moment wordt hij verwezen naar de lokale kliniek. De kliniek heeft dus veel te maken met Spaanstalige arbeidsmigranten. En in al die gevallen, bij al die consulten, kun je een Spaanse tolk inschakelen. En het is deze Spaanse tolk die bij de verschillende neurologen waar de mensen zijn heen gebracht heeft opgemerkt dat er opvallend veel mensen zijn die de diagnose polyneuropathie krijgen en die allemaal werken bij die ene slachterij. Hij stapt daarmee naar de artsen en die gaan kijken in hun dossiers en vinden naast de 3 patiënten die hij heeft gezien nog 5 andere patiënten met dezelfde aandoening. En dan wordt alarm geslagen. De gezondheidsautoriteiten worden ingeschakeld. Men denkt aan een infectieziekte en de patiënten worden doorverwezen naar een academisch ziekenhuis verderop. In het academisch centrum wordt een van de dingen die daar wordt gedaan is het vastleggen van een tijdlijn. Dus dan krijg je inzicht in wanneer. En je ziet dat al in 2004 er een eerste geval was toen ze terug gingen kijken en dat in 2007 het aantal gevallen plotseling sterk oploopt. Alle mensen hebben dezelfde symptomen, zwaktegevoel, krachtsverlies, gevoelstoornissen en het krijgt de voorlopige naam progressieve inflammatoire neuropathie, oftewel PIN. Ondertussen maakt ook de medische dienst van het bedrijf zich zorgen, want ook daar hebben mensen aangeklopt met klachten over pijn en moeite met bewegen. En zij schakelen de staatsgezondheidsdienst in. En daar werken mensen die als disease detective kunnen worden uitgezonden naar bedrijven om na te gaan wat er aan de hand is. En deze disease detective stelt een onderzoek in bij het bedrijf en komt tot de conclusie dat alle werknemers niet alleen in dat bedrijf werken, maar allemaal op dezelfde afdeling of daar dichtbij, namelijk de afdeling die de koppen verwerkt. Dus dat is waar. Het bedrijf is Quality Pork Processors in Austin en op de koppenafdeling heeft men de taak om hersenweefsel uit de kop te verwijderen met een nieuwe methode die een aantal maanden daarvoor is ingevoerd. Er wordt lucht onder hoge druk
in het achterhoofd gaat geblazen, zodat het hersenweefsel uit de kop spuit. Gaat een stuk sneller dan snijden. Het enige probleem is dat er een mist ontstaat van weefsel in de lucht. Een zichtbare mist. De methode werd blow the brain genoemd. En die observatie van die mist, die leidde toch tot enige gefronste wenkbrauwen. Dus dat is het hoe. En wat er toen gebeurde is eigenlijk vergelijkbaar met een heel oud verhaal uit de epidemiologie. Dat zal bijna iedereen in zijn opleiding wel langs hebben zien komen. Namelijk dat Snow bij de cholera-uitbraak in 1854 een kaart maakte van de gevallen. Aannam dat wellicht een verband bestond met de pomp in Broad Street. En hij de hendel van die pomp liet verwijderen en het aantal gevallen ziet dalen. Of dit verhaal echt zo gegaan is, weet ik niet. Er zijn verschillende versies van. Maar wat er in het bedrijf in Austin gebeurde, lijkt daar sterk op. Bij een rondgang door het bedrijf komt de onderzoeker, de disease detective, met de bedrijfsleiding bij de koppenafdeling. En ze kijken daar naar de werkwijze en naar de mist die is gecreëerd. En eigenlijk zonder dat het hoeft te worden overlegd, besluiten ze dat dit toch misschien een oorzaak zou kunnen zijn. En ze schaffen per direct de werkwijze af. En gaan terug naar de oude manier van snijden van de koppen. En na het afschaffen van die nieuwe werkwijze treden dan ook geen nieuwe gevallen meer op. Dus het verwijderen van de mist is de pomphendel van dit bedrijf. En dan volgen er nog vele jaren studies om deze ziekte en deze blootstelling ziektecombinatie te verklaren. Dit is een van de eerste artikelen die erover verschenen is van de CDC, die het allemaal op een rijtje had gezet. Toen heette het nog PIN. En dit is bijvoorbeeld een artikel van 2011, waarin men al een stuk verder was en gebleken is dat de ziekte berust op auto-immuniteit. Die is waarschijnlijk ontstaan door het inademen van het hersenweefsel, dus de eiwitten die erin zitten. En het grijpt aan op het transport van kalium over de celwand van de neuronen. En dat verklaart waarom die neurologische klachten ontstonden. Ook daarna zijn er nog verschillende artikelen over verschenen waarin deze verklaringen verfijnd werden. Wat leren we nou uit deze casus? Dat je heel veel mensen nodig hebt. En dat je om uiteindelijk zo'n probleem op te lossen. Mensen met verschillende achtergronden en verschillende capaciteiten. Maar heel erg belangrijk is dat je in de eerste plaats alert en nieuwsgierig bent. En dat je open staat voor nieuwe en nog onbekende dingen. Als die tolk niet had opgemerkt dat die mensen allemaal van hetzelfde bedrijf kwamen, had het nog best lang kunnen duren voor ze hier achter waren gekomen. Dus wat raad ik u als collega aan? Blijf en wees alert en nieuwsgierig. En sta open voor nieuwe dingen. Ook al heb je alles al gezien, er kan toch nog steeds een nieuw geval voorkomen. Kijk vervolgens naar het wie, wat, waar, wanneer en. Zoek ook naar het hoe en waarom. En dat tweede is dat je toch vaak een stapje dieper moet graven. En geef niet te snel op als er geen bewijs te vinden lijkt. Het is een hele lucratief om jezelf te leren zoeken. Ik ben heel erg blij dat ik dat toen ik hier ging werken echt goed heb geleerd van anderen en via cursussen. En er is heel veel mogelijk, zelfs als je niet toegang hebt tot alle databases. Leer jezelf zoeken. Weet wat een PICO is of een PECO. Een goede vraag, heeft een populatie of een probleem, heeft een interventie of een expositie, heeft bij voorkeur een vergelijking met iets of iemand of een groep en heeft een gespecificeerde uitkomst. Als je voor al deze dingen trefwoorden zoekt en die combineer je met or en ands, kun je bijvoorbeeld in PubMed een zoekstring als deze opstellen. En dan vind je ongetwijfeld een hele rits van artikelen. En daar moet je dan doorheen om te kijken of je er wat aan hebt. Niet iedereen kan in PubMed en niet iedereen kan bij die artikelen. Maar iedereen kan wel in Google Scholar. Een wat mij betreft ondergewaardeerd systeem om te zoeken. Als je zoekt op nieuwe occupational health risks, is dit wat je vindt. Tot mijn
vruchten stond in mijn eigen artikel bovenaan in de zoekresultaten. En daarachter kan je meteen zien of je het kan aanklikken, of het vrij beschikbaar is of niet. En je kunt ook nog zoeken, je zoektijd instellen. En als je het artikel aanklikt, dan ga je naar, dan heb je in elk geval de link en dan ga je naar de abstract. En als je op de dubbele aanhalingstekens klikt, krijg je ook de mooie, volgens de wetenschappelijke literatuur, hoe je moet citeren en kun je ze ook kopiëren. Echt heel handig. En dan heb je die artikelen allemaal verzameld en dan moet je ze ook nog ergens opslaan waar je ze terug kan vinden. En ook daarvoor zijn er online best wel hele mooie systemen te vinden. Ik gebruik zelf veel Mendeley. Dat is een gratis systeem. Je kunt daar al je PDF's in importeren en dan maakt hij er een keurig overzicht van alle kenmerken, zoals titel en trefwoorden en abstracts en dat soort dingen. En daar kun je weer mapjes van maken als je op een bepaald onderwerp de dingen bij elkaar wil zetten. Je kunt er heel mooi in zoeken. Het kan op je desktop en het kan online. Wat raad ik u verder als collega aan? Graaf een beetje dieper af en toe. We hebben een mooi voorbeeld van gezien dat je soms heel veel dieper moet vragen. Maar gebruik ook de gebundelde kennis die anderen al hebben gepubliceerd. En leer wat je vindt ook kritisch beoordelen. En ook dat is iets wat tijd kost om goed te kunnen lezen en te beoordelen, maar wel de moeite waard is om te doen. En verder, vertel een goed verhaal met een begin, een midden en een eind. Deel je kennis en ideeën ook met anderen. Wees daar gul mee, want dan zijn anderen ook gul naar jou toe. En zoek het vooral ook over de grens. En dit bedoel ik echt letterlijk over de landsgrens heen. Ga internationaal. Dit is een plaatje van het allereerste wetenschappelijke congres waar ik heen ging. Het was georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen, 1985, op Papendal. En het ging over occupational healthcare en women. En het was echt heel erg leuk om mee te maken met zoveel vrouwen uit verschillende landen over een onderwerp wat nog niet zo op de agenda stond. En dit is een plaatje van de laatste congres waar ik heen geweest ben. Dat was een Modernet meeting in Berlijn. En toen hebben we heel veel gepraat over chemische risico's en beroepsziekten. En het was ook weer uitermate boeiend om iedereen te spreken. Waarom is internationale samenwerking zo nodig? Nou, we hebben het bij nieuwe risico's vaak over zeldzame signalen. En hoe groter de vijver waarin je vist, internationaal of Nederland, hoe groter de kans dat er meer mensen zijn die hetzelfde hebben gezien. En dat kan helpen om een signaal te versterken en te valideren. Je hebt een grotere toegang, of een toegang tot een grotere variëteit aan expertise, als je internationaal kijkt. En schaars geld en tijd in onderzoek, het is echt schaars, dat moet je effectief gebruiken. En door internationaal samen te werken kan dat. En je kunt informatie ook gemakkelijker verspreiden. En een van de netwerken die daar uiteraard mee bezig is, is Modernet. Is al een paar keer voorbij gekomen. We bestaan nog steeds. We hebben Europees geld gehad, nu niet meer. We betalen het nu allemaal zelf. Maar we bestaan wel en we hebben af en toe bijeenkomsten. Het is uitdagend, het is leerzaam en het is vooral inspirerend en leuk. En je komt ook nog eens ergens. Dat is een niet te onderschatten voordeel. En hier zijn een aantal voorbeelden van waar je dan al zo kunt komen. Het eerste plaatje is van het beroemde boek van Ramazzini, wat in de bibliotheek van de kliniek in Milaan te bekijken is en wat we van heel dichtbij hebben mogen zien. Het tweede is een plaatje uit het Ceausescu-paleis in Roemenië. We hebben een wijnproefavond gedaan in Parijs en een tapastocht in Zaragoza. En daaronder zie je dat Gert en ik op het puntje van Zuid-Afrika zitten te eten voor de lunch. Daarnaast zit ik met Gerda te eten in Cancún. En het laatste plaatje is in Manchester. En hier zijn er nog een paar met Gert van der Laan. In een busje, op weg naar Seoul, naar de ICO-conferentie. Eten
met collega's in Lodi, bezoekje aan Praag, bezoek aan de Rijksdag in Berlijn en uiteten met bier en schnitzel in Košice in Slowakije. Ook niet de eerste beste citytrip bestemming, maar wel heel leuk. Tot slot, een hartelijk dank aan allen. Een hartelijk dank voor de aandacht, voor het gezelschap op mijn reis door mijn arbeidscarrière, voor alles wat ik heb mogen leren, voor alles wat ik heb mogen doen, voor de vaak intense samenwerking en de broodnodige humor en vrolijkheid, en voor het geloof in de werkende mensen en de nut om ze te beschermen en voor de toekomst van ons vakgebied en voor onnoemelijk veel meer. Dank, dank, dank. Top. Ik heb expres even mijn mondkapje opgelaten, want normaal gesproken zou je op zo'n bijeenkomst een drankje nemen, uitgebreid spreken, maar er zijn strikte regels, steeds strikter in het Amsterdam UMC vanwege de toeloop van patiënten. Gelukkig kon deze online lezing doorgaan. Bloemetje. Prachtig. Hartelijk dank. Ja. Ik zou thuis allemaal klappen. We hebben eigenlijk met de organisatie gezegd, we gaan geen Q&A-vragen meer doen. Dit is eigenlijk een hele mooie uitsluiter. Mocht je echt inhoudelijke vragen hebben, zet hem in de helpdesk. Maar de chat overliep met heel veel opmerkingen van geweldige presentatie. Het gaat je goed. Heel veel geleerd. Dus zeker 20, 30, ja, je ziet hem staan. Ik zie het, ja. Dus hartstikke. En voor al die mensen die wilden weten of ik nog doorga met bijwerkingen van werk. Ja, ja, uiteraard. Dus ja. Blijf kijken. Er komen steeds dingen langs. Zeker. We blijven elkaar zien. Hetzelfde onderwerp. Je gaat een andere tijdsfase in, levensfase in. Ik gun je alle gezondheid. Wij gunnen je alle gezondheid in leuke dingen doen. En eigenlijk ook wel een mooi bruggetje ook naar het einde toe. Is dat van nou, wees nieuwsgierig. Nou, onderzoekers zijn altijd nieuwsgierig. Dat heb jij ook in een academie ervaren. Er zit onderzoek bij. En als je nu kijkt dat er al bachelorstudenten zijn die een systematische review voor onze registratie gaan maken, dat je gewoon in je opleiding al leert van hoe je moet zoeken. Dat is een enorme winst geweest. En ze kunnen het ook. Hè? En ze kunnen het ook. Dus echt een enorme winst. En vooral die plaatjes aan het eind, die denken, goh, wat een mooi leven is dat. Wordt heel hard gewerkt in een academie. Nou, ja. Misschien kan je elders nog veel meer verdienen, financieel dan, maar de rewards zijn ook dat je kennis kan ophalen bij mensen. Dat is maar waar je voor gaat. Hè? Ja. Heb jij nog een slotwoord, Annette? Nee, ik heb alles in mijn presentatie verteld. Okay. Ik dank jullie heel hartelijk voor de bloemen. En ik was heel erg blij met dat ik deze nieuwe risico in deze middag onder de aandacht kon brengen. Dus prima. Okay. Hartelijk dank. Wij sluiten deze bijeenkomst en ik hoop jullie de volgende Heijmanslezing volgend jaar. We hebben nog geen datum en ook het onderwerp is nog niet helemaal vastgesteld. Daar hoort u meer over. Het gaat jullie goed, blijf gezond en tot de volgende keer.